Dat is jammer, nou ja, fijn. Je nuchtere maat. Vandaag of morgen overkomt je nog iets. Het is 21:50, wist je dat? Daar had ik de radio voor aangezet. Goed, als je maar weet. Bob, 5:30, opstaan. Bob? Kijk. Ja, schat. Ik moet vanmorgen de auto hebben. Oh, ja? Ja, ik heb allerlei dingen af te handelen. Ja, maar je hebt toch niet speciaal vanmorgen allerlei dingen af te handelen? Ik moet altijd dingen afhandelen, schat. Maar vanmorgen haal ik het helemaal niet zonder auto. Het is toch al lastig vanmorgen? Het is voor ons allebei een beetje lastig, lieverd, maar ik kan gewoon niet zonder. Nou ja, als dat moet, dan moet het. Maar hoe voel ben jij niet de enige die dingen hebt af te handelen? Soms ben ik in de beurt om dingen af te handelen. Ja, goed, schat. Ja. Zeg, ik ga het ontbijt klaarmaken, hè? Je moet je nog wel verkleden, hoor. Ja, iedereen heeft dingen af te handelen. Ik heb ontzaglijk veel dingen, iedere dag dingen af te handelen. Ieder mens heeft dingen af te handelen, maar mij in het bijzonder. Iedereen moet dingen afhandelen. Hallo, ja. Wie is daar? Hè, wat? Met wie spreek ik? Oh, oh, ben jij het, Frank? Oh, goedemorgen, ben Bob Phillips. Oh, hallo, Bob. Wat leuk dat je even belt. Ik moest je spreken, zeg. Ik heb iedereen gevraagd een beetje vroeger op kantoor te komen. Ik heb gisteren nog geprobeerd je te bereiken. Waar was je? Zeker stiekem de benen genomen. Ja, ja, ik had een afspraak. Oh, oh ja, nou, ik zal me niet vragen met wie. Zeker stiekem weg, hè. Ja. Nou, fijn, dat gaat niet om. Zou jij 15:15 kunnen komen? Nou, ik zal het proberen, ja. Maar zo graag de hele troep bij elkaar hebben, iedereen, oké? Oké. Hallo, 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 hallo. Ja. Zeg, Bob, luister eens. Wat vind jij van Featherstone? Hè, wat vind ik van wie? Featherstone, dat pientere baasje van de boekhouding, ken je hem? Oh, William Featherstone, ja. Ja, wat vind je van hem? Prima. Dat is een goeie, hè? Nou, voor zover ik weet, prima. Goed, goed. Ja. Morgen. Hallo. Wie was dat? Oh, Sjaak. Huh. Is het thee? Ja, net gezet. Fijn. Op het fornuis. Nou ja, alweer weer zo'n stuk van dat mens. Dat is de derde al deze week. Op fornuis. Hé? De thee! Ja, pak zelf maar. Nou, te gek, ze. Ze heeft £600 bij elkaar gekregen. Zomaar. Van kennis die bij haar op de koffie kwamen. Nou, misschien zou jij eens een keer een paar kennis op de thee kunnen vragen, waaronder ik. Misschien krijg ik dan ook een kopje. Het staat op fornuis. Oh, goed, 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 goed. Nou, te gek, zeg. Schatje! Schatje! Yeah. Oh, pardon, ja. Zeg, ik heb geloof ik geen schone handen meer. Zou het kunnen? Huh? Een schone hemden. Ik heb kennelijk geen schone hemden meer. Kennelijk. Lieverd, als je nou even boven gaat kijken op de derde plank van onder, dan zul je daar niet minder dan 3 hemden vinden. Allemaal schoon en proper. Nog steeds gewikkeld in de cellofaantjes van de stomerij. Op de derde plank? Zo is dat, schat. En toen ze zeepels namen op de derde plank. Waarschijnlijk op jou wacht, lieverd, om aangetrokken te worden. Schat, wat doen ze op de derde plank? Wat is er mis aan de tweede plank? Volgens mij niets, engeltje, maar... Sinds 1957 liggen jouw hemden al op de derde plank van onder. Hè? Ja, ze liggen niet meer op de tweede plank van onder sinds we uit Woking weg zijn. Woking? Ja, in Woking hadden we het toch niet zo breed, weet je nog wel? Had je dus ook een smallere kast. Ik weet niets meer van Woking. Ja, ga er maar even kijken. Want waarom komt ze nou met Woking op de pompen? Zij gaan zich een moeilijk afscheid nemen van dat lege pak cornflakes daar. Hè? Oh, dat. Heb ik geen tijd voor gehad. Heb je nou thee? Nee, je had geloof ik slechts voor 1 gezet. Niet waar! Oh, nou die indruk kreeg ik van de theepot. Ja, kijk, ik heb nog even met de gedachte gespeeld om op de blaadjes te gaan kauwen. Maar toen heb ik toch maar besloten het nieuwe te zetten. Is Benjamin wakker? Nog niet gehoord. Oh, hij is fantastisch tegenwoordig, hè? Vroeger was het nog wel eens 4 uur, weet je nog? Ja, dat heb ik je toen verteld, ja. Ik ging er ook heus wel eens uit, hoor, af en toe. Af en toe, ja. Frank, ontbeten! Wil je ontbeten? Doe je daarom zo? Oh nee, laat maar. Je hebt het zo druk vanochtend. Nou zeg, je hoeft helemaal niet zo tegen mij te doen hoor. Als je bedenkt dat jij vannacht om 2 uur bent komen binnenstrompelen, zo zat als een kanon, en ik daar geen woord over gezegd heb. Tot nu toe, ja. Geen woord over gezegd heb! Dan ben ik het behoorlijk brutaal te klagen over het ontbijt. Ik klaag niet. Oh nou. Nee, wat zou ik te klagen hebben? Huh? Staat klaar, Frank! Hallo.
zo. 8:28:20. Hallo? 8:28. Jezus, zo vroeg toch? Ja. Dat was er net een gek op de radio. Die zei dat het 8:33 was. Oh. Ja. Nou, ze kunnen mogelijk allebei gelijk hebben. Nee, onmogelijk niet. Aha. Juist. Alsjeblieft. Dank je, lieverd. Benjamin is wakker. Huilt hij? Nee. Hij ramt alleen om zich heen met zijn natte luier. Nou, hij zal toch even moeten wachten. Moet eerst dat rottelbed voor jou klaarmaken. Zoals ik al zei, maak je vooral niet druk. Ach, wel dood. Ja. Hé, hey, er belde net een of andere vrouw op. Vrouw? Ja, ze zei hoe laat het was, de hing ze op. Ja, dat is de juffrouw van de tijd. Nee, die was het niet. Trouwens, die zou ik toch moeten bellen? Ja, meestal wel, ja. Hé, hey, zeg, heeft hij nog uitgescholden, oneerbare voorstellen en zo? Nee, ze was alleen een paar minuten achter. Ken ik niet. Nee, dat dacht ik al. Ja. Yeah. Het is kakelvers. Altijd eerst even testen. Altijd eerst even testen. Ja, dat is me niet ontgaan. Ja hoor. Kakelvers, eitjes. Goed zo. Ja hoor. Heel lekker, zeer smakelijk. Zo, wel jammer dat je gisteravond niet een beetje eerder thuis kon komen, hè? Oh ja, waarom? Nou, vanwege... Nou ja, doet er niet toe. Sentimenteel. Oh, nee, nee. Vanwege wat, schat? Nou, ja, ik weet niet. Ja, ik word er altijd een beetje weer van binnen. Ik weet niet waarom, hè? Eigenlijk vind ik dat vrouwen daar weer van moeten worden. Vind je ook niet? Weer waarvan, lieverd? Nou, onze trouwdag. Oh, God. Kinderachtige. Oh, mijn God. Nou, dat doet er niet toe. Nou ja, eigenlijk had ik wel een speciaal flesje gekocht. Jouw eigen speciale flesje, oh, weet je wel? Ja? Ja. Nou ja, eigenlijk heb ik het helemaal alleen opgedronken. Ja. Nou, best vrolijk hoor. Ik had opengetrokken om de lucht te laten bijkomen. 11:30, zeg. Op in de pop. Ja. Ik weet nog dat ik bij mezelf dacht, als ze nu thuis komt en ze ziet haar eigen speciale flesje helemaal leeg, kan ik van buiten op de mat gaan slapen. Ja, ik werd opgehouden. Ja, dan dacht ik wel dat je opgehouden werd, ja. Vergadering zeker. Haha. Nee, nee, wacht even, dat kan niet. Dat kan niet. Want die mevrouw, dat weet ik veel, mevrouw Huppel de Pup, die belde op om te zeggen dat je niet was aangekomen en waar je bleef. Ik weet nog dat ik tegen haar gezegd heb dat ik dacht dat je opgehouden was. Mevrouw wie? Oh, schat, dat weet ik niet hoor, mevrouw Huppel de Pup. Oh, God. Ik heb Benjamin eruit gehaald en in zijn box gezet. Nou trekt hij het behang van de muur. Hij verveelt zich, denk ik. We zouden toch een keer iets moeten verzinnen waar hij zich mee zou kunnen amuseren, hè? Een stukje elastiek of zo waar hij aan zou kunnen trekken. Amy Murchison heeft haar baby een oude BH gegeven met 2 tennisballen erin. Heeft hij echt uren mee gespeeld? Ik vind het een beetje Freudiaans, vind je niet? Alsjeblieft. Wat is dat? Je ontbijt. Ik heb een boterham voor je gemaakt. Wat voor boterham? Met pindakaas. Pindakaas? Is dat niks anders in huis? Oh, dat had je nou niet moeten doen. Nou, denk ik niet. Zeg, is de toast goed? Uitstekend. Lijkt me een beetje aan de droge kant, uitgedroogd. Nou, zou ik het sop als ik jou was, liefje. Ja, doet er niet toe, hoor. Was het niet bedoeld? Hou je niet van pindakaas? Oh, nee, niet op dit uur, nee. Raar, Benjamin is er dol op. Wat? Echt waar? Ja, met een lepeltje kan er niet genoeg van krijgen. Oh, nou, dat heb ik dan niet van hem. Nee. Zeg, weet je wat? Ik zal het wel als een lege pak cornflakes zit als aandenken. Ik begrijp trouwens niet waarom je altijd zoveel kranten leest. Er staat toch iedere dag hetzelfde in. Er staat een toespraak in van een of andere vent. Het is precies dezelfde toespraak als in de krant van gisteren. Maar het is de krant van gisteren. Gisteren? Ja, had ik nog niet uit. Maar was de krant van vanmorgen dan verdomd? Dat weet ik veel. Op de stoep, denk ik. Kijk even naar Benjamin, alsjeblieft. En dan is het dan nog wel nu. Hè? Ik moet hem even nakijken. Wat? Oh, pardon, pardon. Elektrische tandenborstel. Caduc. Oh, werkelijk. Ja, batterij op. Hij pruttelt nog een beetje. Oh ja? Ja. Ik heb mijn tanden moeten poetsen met het washandje. Met het jouwe, hoop ik. Ja, het blauwe. Dat was het dweiltje dus. Ja. Hey, Benjamin heeft zijn pruimen en met zijn haar gesmeerd. Hé, hey, nee! En godzin! Ja, misschien vindt die pindakaas lekkerder.
Zeg, waar was je nou eigenlijk? Wanneer? Gisteravond. Oh, ik werd opgehouden. Ah, juist. Nou ja, doet er niet toe. Nou, het is geen geheim hoor. Niets geheimzinnigs aan. Oh nee? Oh nee, absoluut geen geheim. Goed zo. Wil je nog koffie? Graag zo. Ik begrijp het verdomme niet wat er zo leuk aan is. Oh, ze hebben schattig al die pruim. Oh, ha, 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 ha. En jij zal ook geen poot uitsteken, geen poot. Zeg, moet je een cadeautje nog geven? Cadeautje? Voor je trouwdag. Moet nog even voor ik wegga. Dan nou moet je er niet zo over doorzeuren, hoor, schat. Oh, nee, schat, dat is helemaal niet de bedoeling, hoor, doorzeuren. Nee? Nou, dan is het goed. Absoluut niet de bedoeling, hoor. Waar was je van Tomme gisteravond? Waar was je? Ik? Ja, jij, waar was je? We hebben hem af een vraag. Oh, ik word er doodziek van, weet je wel. Andere mannen vertellen hun vrouw waar ze naartoe gaan. Andere mannen verdwijnen niet zomaar, komen dan midden in de nacht stomdronken thuis. Andere mannen. En Nicky maar vastgebakken zit aan Benjamin, hè? En jij maar leuk uitgaan naar feestjes en god mag weten wat. En Nicky maar vastgebakken zitten. Was dat dan voor nodig, hè? Het is toch net zo goed jouw kind? Oh, dat betwist ik niet. Nou, waar was je? Verdomme, ik wil het weten. Waar was je? Uit! Alleen maar uit? Ja, uit, ja. Hoe uit? Hè? Nou ja, je weet wel, innemen, kletsen. Met wie? Jezus, waarom wil je dat weten? Omdat ik niet op mijn achterhoofd ben gevallen, weet je wel. Met de vallen niet hartstikke krankzinnig. Ik zou totaal maf zijn als ik niet in de gaten... Wacht even. Benjamin! Benjamin, wil je toch een blik met water? Zeg, ik geef je cadeautje halen. Ik kom er nog maar net tegen om een kind in te slikken, hè? Oh ja, makkelijk, ja. Oh, het kan jou weer niet schelen, hè? Niks kan jou schelen. Ik kan jou niet schelen, Benjamin kan jou niet schelen. Het kan je toch ook alleen aan moe schelen? Wat is er toch met je? Ik had niet meer aan, ik ben attent, ik had niet meer aan. Maar je doet het toch goed? Het huis is smerig, ik ben smerig, Benjamin zit onder de pruimen, Jim, alles is smerig. Nou, trek het je niet, hè? En als ik dan de krant lees, hè, voel ik me nog nuttelozer. Die vrouw, hè, van die 600 pond, heeft 3 kinderen. Nou, en die heeft misschien wel een staf van 15 man. 3 kinderen! En ik heb er maar 1 en ik kan het toch niet dan. En ze schrijft ingezonde stukken. Jij schrijft toch ook ingezonde stukken? Maar die worden niet geplaatst! Moet er iets zijn wat ik kan? Iets wat de moeite waard is? In plaats van niet meer thuis te zitten in mijn huppie? Als een soort koe. En jij bent toch nooit? Dat is niet waar, ik ben altijd. Vaak. Niet als ik je nodig heb, niet als ik met jou wil praten. Oh, lapas. Hier komt de grote verrassing. Ogen dicht en mond open. Alsjeblieft. Dank je wel, schat. Dat is erg lief van je, dank je wel. Ja, 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 ja. Je zou het toch wel even openmaken. Ja? Tuurlijk. Maar je realiseert je toch wel dat ik niets voor jou heb, hè? Ja hoor, inderdaad niet. Zin dat helemaal niet. Nou, nee, dat is goed. Moet er iemand zijn die ik zou kunnen helpen? Wie dan? Nou, iemand? Ach ja, wat lief. Ja, wat ja, vreselijk ja. Aardig. Dank je wel, hoor, schat. Dat is erg attent van je. Is jouw merk, hè? Nou, niet helemaal, nee. Oh, juist. Nee, dit gebruik ik eigenlijk helemaal nooit, schat. Oh. Maar kijk, het is wel een schattig flesje, vind je? Nou ja, ga maar ruilen dan. Hè. Nee, wel nee. Het is prima, lief. Nee, maak je geen zorgen. Ik doe thuis wel zo op het school. Zeker weten? Zeker weten, schat. Oh. Nou, dat is anders nog moeilijk te krijgen, hoor. Dit? Ja, dat. Ja, ja. Ik was namelijk het merk vergeten. Ja. Dus ik kwam in die zaak en toen moesten eerst een aantal flessen opengetrokken worden... om mij te laten ruiken. Nou, ik voelde me behoorlijk opgelaten, zeg. Het was een grote zaak. De juffrouw trok allemaal flessen open. Ik ruiken, stond er bij de toonbank, zeg. Te snuffelen op mijn leven ervan afhing. Alle mensen kijken natuurlijk. Zullen we wel gedacht hebben. Een exhibitionist of zo, weet ik veel. Dankjewel, schat. Het was lief bedoeld. Ja, erg schattig. Trouwens. Weet je wel met wie ik uit was gisteravond? Nou. Met William. William wie? William Featherstone.
William Featherstone? Ah, ja! Van je kantoor, hè? Nee. Ja! Ja, ja. Hetzelfde kantoor, maar andere afdeling. Oh, ja? Ja, met die was ik uit. Wat hebben jullie dan gedaan? Nou ja, je weet wel, kletsen, drinken. Ik wist niet dat jullie bevriend waren. Dat zijn we ook niet, maar goed, we spreken elkaar zo nu en dan. Ik ken hem ook, hè? Was niet dat vervelende kantoorfeestje? Ja, die. Met zijn vrouw, heet ze ook alweer? Mary. Mary. Zeg, ik herinner me dat dat ontzettend saaie mensen zijn. Waarom heb jij mij uitgevraagd? Hij vroeg mij meer. Ik kan me niet voorstellen dat ik jullie iets te bespreken heb. God, we hebben gewoon wat gebabbeld. Tot 2 uur 's nachts? Ja, gewoon wat gebabbeld en zo. Nou, kwartjes met mij babbelt tot 2 uur 's nachts. En zo. Waar hebben jullie het dan over gehad? Hè? Nou, Je zit gewoon maar onzin te vertellen, hè? Je maakt mij niet wijs dat je met hem tot 2 uur 's nachts uit was. Maar wat dacht je dan dat ik was, hè? Oh, ik zou het niet durven zeggen. Help! Noodtoestand! De police! Ik kom! Nou goed dan, als je het zo graag wil weten. Hé, hey, Terry. Hè? Nou, als je het graag wil weten. Oh, ja, ja. Oh, nou. William is nogal in de war. Waarom? Nou, kijk, het is nogal gecompliceerd, maar hij vermoedt dat zijn vrouw een verhouding heeft. Meer? Ja, dat denkt hij. Nou, dat leek me hoogst onwaarschijnlijk als je het zo ziet. Nou, ik weet niet, maar... Ah, daar ziet ze toch niet naar uit. Zenuwbeestje. Ik kan me niet voorstellen dat daar iemand iets in ziet. Ze is anders best aantrekkelijk. Oh? Ja, best aantrekkelijk voor een man. Meen je nou? Ja, eigenlijk best leuk, je. Val jij soms op? Nee, nee, ik niet. Maar ik ken hele volksstammen die... Hé, hey, met wie is ze dan? Nou, kijk, dat weet William niet. Nee. Hey, je mag er niet over praten, maar dat is strikt geheim. Nee. Die arme William, joh. Hij is er helemaal van ondersteboven. Oh, arme William. Ach, ach. Ze hebben geen kinderen, hè? Nee, nee, die William plant altijd alles. Oh, ja. Wat heb jij maar aangeraden? Hè? Nou, ik heb gezegd dat het wel over zou gaan. Dat zei jij meestal, ja. Wat had ik dan moeten zeggen? Niet alles gaat er zomaar over, tenzij je er wat aan doet. Je kan toch niet zeggen, Benjamin is ziek, zal wel weer overgaan. Het huis staat in de fik, zal wel weer overgaan. Soms helpt zo'n houding niet. Wat had ik dan moeten doen? Hè? Ik kwam om raad. Hij kwam naar jou, God mag weten waarom. Om raad. In dit soort zaken kan je geen raad geven. Zeker wel. Als jij een ervaren psychiater was geweest, had jij raad kunnen geven. Je had op zijn minst kunnen zeggen, praat eens met haar. Soms zijn er dingen die met een beetje praten verholpen kunnen worden. Zeg, vraag me af hoe Benjamin het uithoudt daar, in zijn eentje. Oh, vergeten. Oh, Benjamin heeft het zetel in zijn eten. Hallo? We wassen, watergolven en een spoeling. Schat, waar is de... Ach, lieverd, wil je alsjeblieft even de auto buiten zetten? Ik haal altijd mijn kous op als ik er langs probeer te brengen. Ja, ik zal het eigenlijk zoeken. Ja, dankjewel, Boes, dankjewel. Hallo? Is hij weg? Nou, ik denk dat ik deze keer maar eens een heel andere tint, ja. Ah. En bij jou? Ja. Zeg, lieve schat, ik heb maar heel weinig tijd, want ik moet zo weer naar kantoor. Ja, goed, ik zal het heel kort maken. Weet je wat het gisteravond was? Oeh, uitermate plezier. Ja. Ja, nee. Het was mijn trouwdag. Wat? Echt waar? Ja. Gefeliciteerd. Ja. Lach jij maar. Ik voel me zo schuldig. Oh. Ja! Wat? Je gelooft gewoon niet wat dat lieve kind heeft gedaan met die hele pot honing. Ja, luister nou eens, beste kerel. Je maakt de meeste kans om het geheel in 2/3 te verdelen. Ach, is ze daar? Ja hoor, ja. De Twent. Je gelooft gewoon niet wat het lieve kind van jou gedaan heeft met die hele pot honing. Ja, neem me niet kwalijk, wat zei je ook alweer? Nou, kijk, Frank wordt erg nieuwsgierig naar waar ik gisteravond geweest ben. Grappig zeg, hier idem dito. Ja, en wat moet ik nou zeggen? Nou, dat je bij een vriendin was. Ja, dat kan helemaal niet. Ik ken ze bijna allemaal, dat is veel te riskant. Ja, lieve schat, ik moet er zo van door. Ja, maar wat moet ik nou zeggen, Bob? Dat weet ik niet. Wat heb jij gezegd? Dat ik iemand ben tegengekomen. Oh ja? Wie? William Featherstone. Wie is William Featherstone? Die werkt ergens bij ons op de boekhouding, maar hoe dan ook, hij is getrouwd met Mary Featherstone.
Oh, ja, ik zie ze ineens voor. Hoe kwam je vredesnaam aan die twee? Niemand kent ze, dat is veilig. Ja. Dat is de eerste naam die we zo met de binnen schoten. Ja, ja, en toen verder? Nou, huwelijksmoeilijkheden, verhouding. Oh, ja, dat wist ik helemaal niet. Nee, niet echt. Nee, dat heb ik verzonnen. Maar kijk, omdat het diep geheim is, praat niemand erover. Ja, natuurlijk. Nou, moet je luisteren. Ja, ik kom! Ja, lieve schat, ik moet nu ophangen, bedenk maar iets. Ja, maar luister nu, Bob. Ik zie ze weer, maar Bob! Ja! Zo, hè. Heb je hem buiten gezet, schat, de auto? Nee, hij stond nog buiten, zeg. Je hebt hem gisteren aan het vergeten binnen te zetten. Oh, wat stom van me, zeg. Nou. Ja, ik moet zeggen, met de voorwiel in de bloemen. Ja. Lieverd, je moet nu werkelijk gaan, hoor. Schat, ik moet gaan. Ja. Ik zal schroeven draaien, kijk eens. Ja, schroevendraaier. Ik moet een schroevendraaier hebben om bij de batterijen te komen. Ja, waar heb je hem? Maar ga je dat dan nou nog doen? Ja, nu of straks. Ik heb niet geen zin om de hele avond in de badkamer te zitten met de schroevendraaier. Je hebt hem niet opgeborgen. Heb je in de gereedschapskist gekeken? Gereedschapskist? In de bijkeuken. Oh, god, staat hij daar. Laatst zocht ik hem. Toen ik je moet opschieten! Ja. Bob? Ja, wat is er? Geloof jij nou ook niet dat als Marion wil je? Maar nou, Terry, ik ben laat, vergeet Marion dingen en William me maar. En help even mijn schoen zoeken. Ik heb hem niet gehad. Wij kunnen er toch niks aan doen. Bovendien is het diep geheim, dus... Ja, wat voor schoen? Ja, wat voor schoen? Net zo in als deze. Alleen wijst hij met zijn neus de andere kant op. Waarom zou ik hem gehad moeten hebben? Om dezelfde reden dat je deze map gehad hebt... Met de geschatte winstberekeningen van het afgelopen jaar die ik terugvond in de broodtrommel. Als je je aandacht een beetje zou willen vestigen op dit huishouden, in plaats van je druk te maken over andere mensen, zou je een waardevolle bijdrage voor de wereldvrede betekenen. Rustig maar, kippenbal, niks aan de hand. Alsjeblieft. Nou ja, is weer eens wat anders. Dat weet niet waar die andere is, hoor. Ja, laat maar. Zie ik tenminste het verschil tussen links en rechts. Ze staat hier, zit je niet in, zeg. Nou, dat zou me ook hooglijk verbazen, lieverd. Ja, ik heb duidelijk gehoord dat je tegen me zei... Dat zijn de schoenborstels, schat. Mannen, doe de schoenborstels staan in de gereedschapskist. Kom maar mee. Oh. Ja, zo. Verdomme. Ik heb hem geloof ik gisteren aan Benjamin gegeven om mee te spelen. Waarom koop je dan verdomme geen speelgoed voor dat kind? Waarom moet je altijd spelen met... Wat is dat? Dat is een boeboe. Hij speelt er een boerderijtje met je schoen. Wat dan hem zelf schoenen kopen? Echt waar, ik word soms bang van de manier waarop jij over dat kind praat. Ben jij nou een vader? Terry, ik ben laat. Ik ben hartstikke laat. Zeg, jij doet me een lol. En probeer vandaag eens rustig deze vuilnisbelt aan kant te krijgen. Nou, zeg, dat is een toppunt. Ik zit hier maar hier. Vastgepakt. Hallo, hier krijg je dus 5 pond. 5 hele ponden, die mag je helemaal opmaken. Nou, ga naar de dichtstbijzijnde winkel en probeer eens een keer iets eetbaars te kopen. Niet alleen maar potten pindakaas, maar echt voedsel. Ach zo, doe niet erop, donderop. Oh ja, maar op, wat? Ik moet dat kind eens wassen. Er zit genoeg eten in zijn haar om een gezin van 4 personen mee te voeden. Zo, ga maar weer weg. Ik heb niks aan je, geen amour. Je weet waarschijnlijk niet meer wie ik ben. Je spreekt met Theresa Phillips. Ja, precies. Moet je luisteren, Mary. Bob en ik vroegen ons af of jij en William het leuk zouden vinden... om eens een avondje bij ons te komen eten. Ja? Wat denk je van vanavond? Oh, leuk voor jullie, zeg.
En morgen dan, vrijdag? Nou, dat houdt toch zeker op vrijdag? Oh, zo tegen 8 uur is goed. Ja, oké. Okay. Goed. Nou, tot morgen dan, hè. Dag, Mary. La, 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 la. Is het gemaakt, schat? Huh? Nee, nee. Ik moet er heel voorzichtig mee omspringen, hè. Om geen schok te krijgen. Hij zit ingewikkelder in elkaar. Goed zo, lieve. Wat is nou goed zo, lieve, zeg. Hij valt gewoon uit elkaar, zeg. Meesterschap is vakmanschap of andersom, weet ik veel. Hij valt gewoon uit elkaar, zeg. Schat, je hebt de verkeerde kant opengemaakt, hè? Oh ja? Batterijen gaan daarin. Je bent een hopeloos geval, hoor. Ik vind nutteloze dingen, zeg. Ja. De enige mensen die daar verstand van hebben, dat zijn de Japanners, hè. Maar ja, als je ze nodig hebt, dan zie je ze niet, hè. Zo. Goedje. Goedje. Plu. Oh god, tot tandenborstel. Waar is? Waar is? Aan. Ik denk dat ik hem even naar de garage breng. Ze moeten hem goed nakijken, er is iets niet mee in orde. Lieve, het moet nu werkelijk gaan. Waar is je tas? In de, hoe heet het, daar. Oh god, zat, kijk eens. Als je nu je merk zegt, dan kan ik het ruilen. Het is de hoogste tijd, lief. Ik moet vliegen. Nou, waar is dat mijn vriend? In de hal. Oh, zeg, kijk eens. Als je gisteravond thuis was geweest, had je genoten. Het was een prima televisieprogramma. Ik pak je tas wel even. Het ging over een man die aanviel in zijn eentje, hè? En, nee, ze waren met z'n tweeën, dat was het. Ja, één had een verrekte spier hier. En daarom haakte die af, hè? Zodat die ander alleen moest aanvallen. Hij haalde het bij... Dat is wat. Nee, wacht even, ze waren met z'n drieën. Dat was het. Ze waren met z'n drieën. Eén had die spier, de andere viel aan. Wat deed hij toch? Godstaan de derde. Wat, ik weet het. Die ging dood. Ach. Hij stierf. Ja. We zagen het. Absoluut. Anderen alleen. Absoluut. Dat zat. Leuk. Dat je even gezien hebt. Zeg, luister eens. Wat was het nou met gisteravond? Huh? Heb je het nou verteld of niet? Nee. Nee, juist. Ja, het was ook een beetje verward. Dat weet ik wel. Want, ik dacht eerst dat je naar die vergadering was, maar toen belde die mevrouw, weet ik veel op, om te zeggen dat je niet was aangekomen. Zeg, ik heb me nog knap ongerust gemaakt. Ja? Was er niks met de wagen? Oh nee, voorwielen in de bloemen. wat was er nu eigenlijk? Nou, hoe zat het? Eigenlijk was ik van plan om regelrecht naar huis te gaan en die hele vervelende vergadering te laten schieten. Oh ja? Ja, maar weet je wie ik onderweg tegenkwam? Mary Featherstone. Oh, wie is in hemelsnaam Mary Featherstone? Oh, ze kwam van William Featherstone, liefje. Oh, juist, ja. Die werkt toch bij jou? Ja, natuurlijk. Jazeker. Ja, oh, wat raar, zeg. Ik wist niet dat jullie zulke dikke vrienden waren. Wat leuk. Nou, luxe eigenlijk, hoor. Nou, luxe. Nee, god. Dikke vriendin helemaal niet. Wat dan? Wel, nee, de enige keer dat we elkaar hebben ontmoet was op dat vreselijke feestje van de zaak. Weet jullie hebben het verdacht anders knap laat gemaakt. Ja. Hoe klopt dat dan? Huh? Ja, kijk, weet je waar het nou eigenlijk allemaal om gaat? Huh? Het is diep geheim, hoor, schat. Je mag met niemand over praten. Nee, wat dan? Beloofd. Natuurlijk, schat, wat dan? We gaan er dan nog even rustig bij zitten. Oh, goed zo. Kijk. Ja. Mary was helemaal in de war. Ach god, waarom? Ja, dat probeer ik je nou juist uit te leggen natuurlijk, hè? Neem me niet kwaad, zat in me kwaad. Ja. Nou ja, goed. Ja. Om het nou maar grofweg te zeggen. Ja. Ze vermoedt ergens dat William een andere vrouw heeft. Heeft hij er twee? Een verhouding, lieverd. Een minnares. Oh god! Oh god, Featherstone. Ja. Oh, dat is gruwelijk. Ja, nou. Oh. Ja, Mary was dus helemaal in de war. Oh. En om een of andere reden vond ze het nodig om bij mij uit te huilen. Oh. Ja, maar je mag er met niemand met een woord over praten, hoor. Nee, natuurlijk niet. Dat is verpletterend nieuws. Ja. Oh. Ja, we kennen ze natuurlijk nauwelijks. Ja. Van haar toch? Ze staat helemaal buiten. Of we ze nou kennen of niet, zeg. Oh ja, waarom? Oh, dat is iets wat ik jou nog helemaal niet verteld heb. William Featherstone staat op het punt om bij ons te komen. Wie zijn ons? Schat, mijn afdeling.
Hij gaat weer de boekhouding over naar ons. Oh ja? Ja, zeker. Besluit van bestuur, sleutelpositie. Daarom komt hij bij ons. Jeminese, die zal niet op zijn best zijn. Nou, die dit allemaal aan zijn kop heeft, zeg. Oh, weet je het zeker? En daarbij, schat van een jonge keurig type. Helemaal niet het type van een schuitsmarcheerder. Weet zijn vrouwtje dat nou allemaal wel zeker? Ja, ik geloof het wel, ja. Maar ja, ach schat, misschien heeft ze het wel helemaal verkeerd begrepen. Nou, liever, dan ga je het niet aan een wild vreemde vertellen tot God weet hoe laat in de nacht, zeg. Weet Bob Phillips eigenlijk van die benoeming? Nee, waarom zou die? Oh, nou ja, ik dacht omdat hij bij jou op de afdeling werkt. Nee, natuurlijk niet. Zoiets mag nooit naar buiten uitlekken. Verrek, ik dacht dat hij bij me had. Zijn schat, hebben we twee van die dingen. Nou ja. Nee. Bob Phillips, die krijgt het vanmorgen te horen. Hoe heet het? William Featherstone heb ik het een paar dagen geleden verteld om uit zijn lijden te verlossen. Maar zoiets mag nooit uitlekken voordat alle kandidaten verwitterd zijn. Nee, dit zal vanavond, zeg. Behoorlijk pijnlijk wordt me. Wat, schat? Maar ja, dat kon ik toch ook niet van tevoren bevroeden. Wat niet? Nou, dat de Featherstone... Nou ja. Nou ja. Goh. Ineens weet ik het, hè. Ja. Ik ga zitten en ik weet het ineens. Ik weet wat ik dacht, zeg. Toen jij gisteravond zo laat thuis kwam. Ik zat hier, ik denk ineens, hè. Nou weet ik precies. Ineens weet ik precies wat ik dacht eigenlijk toen. Gisteravond dan. Hè? Ik weet wat ik dacht. Ik dacht, ik moet het niet vergeten. Dacht ik, gewoon. Wat probeer je mij te vertellen, liever? Nou, kijk, hè. Ik heb de Featherstones te eten gevraagd. Vanavond? Ja. Dat is absoluut onmogelijk. Ach, God, moet je dan weer uit? Nou, ik... Wat moet je dan doen? Ja? Nee, ik hoef niet uit. Oh, goddank, zorg me goed. Ja. Nou, neem me niet kwalijk dat je over de blok zit, maar je redt het best. Zeg, ze komen om een uur of acht. Moet ik je jas aan? Heb je al aan. Heb ik al aan. 8 uur, heb ik al gezegd. Goed, schat. Tot vanavond. Bakje kippensoep. Spruiten. Zuurroom. Piepers. Kaasvlees. Carbonaatjes. Kastanjepuree. Vla. Drank.
gewoon honden weer. Schenk alsjeblieft iets voor me in, ik smak. Thee? Zo dadelijk, ja. 8 uur zei je toch, hè? Ja, zo om erbij, ja. Ja, als ze eerder komen ben ik nog niet klaar, hoor. Dat is alles. Ik zal water opzetten. Oké. Hé, het is godzijdank vrijdag, dus het enige wat me interesseert. Zeg maar, giet het, hè? Het valt met bakken uit de hemel. Ja, is me niet onopgemerkt voorbij gegaan. Daarom zit die pijp achter ook weer verstopt. Ach, wel, ouwe heer. Ja. Maar dan moet ik even een stok gaan pakken, even poeren. Laarzen aan en lekker poeren. Oh, spijt me dat ik het zeggen moet, hoor liefje, maar dat poeren van jou helpt niet zoveel, hoor. Oh, nee? Nee. Als stond het water in de keuken, dan de vensterbank. Het bad toch, ja, alsjeblieft, schat. Dankjewel, heerlijk. Zo, even zitten. Zo. Nou, ik begrijp niet hoe ik het gehaald heb vandaag, hoor. Nee, werkelijk, als je me nog eens zo'n feestdinertje wil laten verzorgen, schat, alsjeblieft niet op een donderdag. Oh, nee. Zo'n vreselijke drukke dag voor me, joh. Ja, maar schat, je hebt toch eigenlijk iedere dag druk? Waarom nou speciaal op donderdag, hè? Nou, wat dacht je dan van de donderdagse damesclub? Vergeten dat het op donderdag is. Nou ja, als nou maar een beetje de moeite waard is, hè? Een beetje gezellige mensen zijn. Oh, kind, dat ja? Zeker. Dat zeker. Die William Featherstone, pas op, hoor. Dat is een pinter baasje. En haar ken je natuurlijk, hè? O ja. Pardon? Ja, oppervlakkig hoor. Ja. En denk erom, geen woord daarover, hè? Waarover? Over William en... Schat, ik moet je verzoeken daar niet over te beginnen, hè? Ja, geen toespeling of zo? Nee. Gewoon een gezellige avond. Juist. Cheers. Hey, Terry. Ja? Wat heeft dit te betekenen? Wacht even, ik zal het je zo vertellen. Als jij je moeder gevraagd hebt, hè? Die William Featherstone, hè? Oh, een keurige jongen. Echt een keurige jongen, ja. Alleen, hij heeft een wonderlijke hobby in zijn vrije tijd. Ik weet niet precies wat, maar hij heeft daar laarzen voor nodig. Ja, bewaart hij op zijn dossierkast op kantoor. Terry, wie komt er hier eten? Wacht nou toch even! Hoge laarzen, ja. Ik weet niet wat hij ermee uitvoert, maar ja, geen berg beklimmen. Dat weet ik wel, ja. Alsjeblieft, wel suiker in. Nou, wie komt er hier eten? Oh, je niet zo schreeuwen. Ik heb Benji me net in slaap gekregen. Ik vroeg je wie. Ook geen alpinisme, hè? Nee. Nou, ja? De Featherstones. Juist. Ik zou het zeggen. Wat hij ook met die laarzen uitspookt, hij doet het zonder zijn vrouw. Oh ja? Ja, dat weet ik wel. Hij trekt er alleen op uit, ja. Dat zou natuurlijk kunnen betekenen dat het gevaarlijk werk is. Maar misschien, ik zeg uitdrukkelijk misschien hoor, zou het ook kunnen betekenen dat het iets te maken heeft met dat hele gedoe. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, wat was je dan van plan? Een huwelijksprobleem op te lossen tijdens de maaltijd of zo? Ja, natuurlijk niet. Wat dan? Nou, als vrienden hulp nodig hebben... Dan vragen ze daar wel om, precies. Maar wanneer is deze waanzinnige gedachte? Ben je opgekomen om die mensen te vragen? Gisteren morgen, nadat jij me dat verteld had. Oh, juist. Ja, zitten wij de hele avond met die twee opgeschreven. Gaan we een bijzonder lugubere avond tegemoet? Alleen omdat jij niks beters te doen hebt. Ik heb gewoon... Je toch met je eigen zaken? Als jij ook maar een greintje gevoel had... Gevoel genoeg om te weten wanneer mensen met rust gelaten willen worden. Ja. Nou ja, het is nou toch te laat, ze komen zo. Zeg, wat denk je van deze theorie? Hij gebruikt die laarzen om naar die andere vrouw toe te lopen. Dat mens woont misschien in een moeras of zo, hè? Dat zou de reden kunnen zijn waarop hij ze op zijn kantoor bewaart. Hij wil ze verbergen voor zijn vrouw, snap je? Ja. Niet gek, hè? Zeg, schat, ga jij nou maar even die pijp doorpoeren, hè? Ja. Ik ga even naar de keuken. Ik herinner me trouwens ineens dat het nogal saaie mensen zijn. Ah, nee. Ze gaan het toch niet moeilijk doen, hè? Nee. Wat vind je van deze theorie over de laarzen? Nou, zit wel wat in. Het lijkt me toch een tikje overdreven. Oh ja, nou, dan ga ik de stok poeren. Ja. Zeg, je hebt de stok niet verzet? Nee, hij staat nog steeds achter in de garage. Ja. Je moet daar langs. Oh. In de keuken staat het water tot je enkels. Oh ja, nou, misschien heb je ergens nog een zwemvest voor... Oh, nou, pardon. Als er van mij verwacht wordt dat ik de avond door moet met die twee, zal ik helaas ergens iets moeten gaan drinken. Oh, maar ik heb gehaald. Hé, waar dan? Daar, op tafel. Oh, nee. Het is toch geen Zuid-Afrikaans, hè? Ja, nou, ik ga er vandoor. Oh, nee, Bob, dat kan niet. Oh, ja, zeker. Hoe lang dan? Eventjes. Oh, ja, ik zie wel. Bob.
niemand. Raar, hè? Is heel raar, ja. We zijn toch niet te vroeg? Zeer zeker niet, nee. Nee, nee. Hallo? Niet doen, Mary. Niet doen. Maar dan horen ze dat we er zijn. Ja, we hoeven toch niet te roepen? We kunnen toch rustig wachten? Ze komen wel als ze klaar zijn, denk ik. De tafel is gedekt. Oh, ja. Ze verwachten ons dus wel. Ja, dat dacht ik wel, ja. Ik vind het zo eng om zo in iemands huis rond te lopen. Nou, word nog niet zenuwachtig, hè, Mary? Is niets om zenuwachtig over te worden. Kalm nou maar. waarom ga je niet zitten? Nee, ik ga niet zitten, hoor. Je hebt toch wel je pillen genomen, hè? Ja. Goed zo. Nou, je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Je hoeft niet op je tenen te lopen of zo. Gewoon rustig, alleen maar jezelf. Ja, maar ik weet nooit iets te zeggen. Maar je hoeft niets te zeggen als je dat niet wilt. Oh. Niemand vraagt je of je iets wilt zeggen, tenzij je dat zelf wilt. En als ik dat nou niet wil, hè? Oh, oh God. Hallo. Waar zijn jullie? Hallo. Ja, maar we hadden aangebeld. De deur stond aan, niemand deed open, dus zeg. In een kijkje aan het poeren. Frank. Ja. Jongen, zeg, je bent helemaal doorweekt, hè? Geef maar gauw hier een jas. Het regent pijpenstelen. Ah, pijpenstelen, ja. Hallo, Mary. Hoe gaat het? Ze had een koudje te pakken, maar dat is wel over, hè, Mary? Oh, wat naar voor je, zeg. Oh, dankjewel. Ik zal hem even in de hal hangen, en droogt hij sneller. Ja. En dan drinken we daarna gezellig samen een sherry. Ik heb nog een charmante vrouw, hè? Een zeer charmante vrouw. Hou niet van sherry. Nou, dan vraag je toch om een klein glaasje meer, hè? Ik krijg er zo'n vreselijke indigestie van. Dan vraag je om zoete sherry. Je vond die zoete sherry met de kerst bij Bertha toch best lekker. Niet waar, Bertha schonk maar door. Ik vond het helemaal niet lekker. Zal ik vragen of ze tonic hebben? Nee, je kan niet om tonic vragen, Mary. Dat drinken dat soort mensen niet. Niet als hors d'oeuvre. Maar wat moet ik dan zeggen? Zo. Ik heb hem boven de verwarming gehangen, is hij zo droog. Nou, en waar hebben jullie trek in, Mary? Wat zullen we drinken? Sherry? Nou, ik zou graag iets van medium. Nee, of liever droog. Oh, dank u wel. Droog, dus. Maar, idem dito met een sterretje graag. Drie droge sherry. Gezellig. Hey, wat een mooie kamer heeft u. Oh, dank je wel. Ja, vind ik erg mooi. Erg smaakvol. Hoe vind je? Dank je wel. Zo. Mary? Alsjeblieft. Dank u. Nou, op je nieuwe baan dan maar, hè, wil je? Cheers. Gezondheid. Cheers. Gelukkig dat je bij hem op de afdeling komt werken. Ja, hij geeft heel hoog over je op. Heel hoog. Fijn om te horen. Jij schijnt een soort rekenwonder te zijn, hè? Ja. Ja, ik heb me er altijd al voor geïnteresseerd. Ik heb er aanleg voor. Oh, maar dan ben jij waarschijnlijk erg intelligent. Ja.
Oh ja, ik ben een hopeloos geval hoor. Ik kan nog niet eens het boodschappenlesje van de kruidenier optellen. Ja, maar dat is geloof ik typisch iets voor vrouwen, hè, Mary? Daar heeft u geloof ik gelijk. Nee, ik moet bij Mary's boodschap ook altijd een oogje in het zeil houden. Oh ja, ja. Nou jij boft hoor, Mary. Hè? Ja. En hebben jullie de laatste tijd nog iets leuks meegemaakt? Iets spannends of zo? Nee. Nou ja. Het is voor iedereen een beetje stille tijd, geloof ik. Ik bedoel, dat soort dingen gaat in fases. Hè? Ja. Je hebt een opwindend gedeelte van het jaar. En dan heb je opeens weer een saai gedeelte van het jaar. Ja, ik zou eigenlijk niet weten hoe dat nou komt, jullie. Nee. Ja. Ik heb het eigenlijk altijd al vreemd gevonden, hoor. Om een of andere reden. Het heeft met de seizoenen te maken, denk ik. Ja, natuurlijk. Zomers kan je naar buiten, maar... Als de winter aanbreekt, op een dag als vandaag, kan je geen kant uit, hè? Nee. Zit je de hele dag in huis gekluisterd? Je hoopt dat je naar buiten kan. Maar dat kan je niet. Nee hoor. Je moet binnenblijven, hè? Ja. Wachten tot dat smerige weer opklaart. Ja. Zeg, ik ga geloof ik heel even kijken waar Frank blijft. Hè? Ja, god, het zou toch ontzettend jammer zijn als hij nou juist het gezelligste gedeelte moest missen, vind je? Ze is een vrouw van de wereld, hè? Ze is aan dit soort dingen gewend, Mary. Meneer Foster heeft tientallen van dit soort etentjes. Zij is aan gewend om met mensen om te gaan. Ik denk niet dat ik het ooit zou kunnen. Oh, jawel, Mary. Hm? Heus wel. Kalm dan maar. Wij zullen er binnenkort ook aan moeten geloven. Dat echt? Je kan toch niet bij mensen gaan eten en ze niet terugvragen, Mary? Dat kan toch niet? Nee. Maak je me niet bezorgd. Voor je het weet vind je het net zo leuk als zij. Echt waar. Wat was dat? De bel. Wie is daar? Iemand die erin wil. Wie? Geen idee. Ga kijken. Denk je dat dat kan? Ga kijken. Kom, stop. Oh. Hallo, Terry. Hallo. Hallo. Oh, oh jee. Oh, jullie zijn het. Oh, nogal ongebruikelijk, geloof ik. De gasten die de gastvrouw overdoet. Zeer ongebruikelijk. Nou, geeft niks hoor. We hadden aangebeld. We dachten dat jullie dood waren. Nee, nee. Nee, kijk, de kwestie is... Bob is even weg. Eentje om. Nou, toen ben ik ook even een frisse neus gaan halen. En mijn sleutel vergeten. Jullie moeten me even excuseren. Ik moet even naar Benjamin gaan kijken. Oh, hoe is het met hem? Groot, dikke verwend. Oh? Ach nee, eigenlijk is hij het einde. Maar dat zeggen we niet, want dan wordt hij zo verwaand. Net als een papi. Weet je zeker dat je dat telefoontje niet verkeerd hebt begrepen? Hoe bedoel je? Nou, ze ziet er niet erg ontvangerig uit, Mary. Oh, jawel. Jawel, vrijdagavond, dat heb ik onthouden. Ja, eerst wou ze dat we gisteravond kwamen, maar dat kon niet omdat we naar de Fosters moesten, hè? Zal ik jouw jas even aannemen? Oh, graag. Je vest. Je hebt je vest, we gaan eruit. Vest uit! Ah, lekker ruitje, zeg. Zeg, zou ik... Zou ik misschien mijn handen even ergens kunnen wassen? Ik heb al een week meer dan gisteren. Wat was het erg, hè? We zaten er midden in. Echt waar? Oh ja, hoe was het? Hoe was wat? Ja, dat eten bij de grote paas, hoe was dat? Oh, geslaagd, uitermate geslaagd. Ja, Frank is een lieve oude schat. Oh, ja. En hoe was er een fantastische Fiona? Charmant, bijzonder charmant. Ja, dat is ze wel. Wat vond jij van Mary? Kende jij er al? Nou, ik had er een keer ontmoet, hè, op dat feestje van kantoor. Ik vond het erg aardig. Ja, ik denk ook hoor, dat meer een vrouw van man is. Ja, neem me niet kwalijk, maar ik vind het een kring. Nou, kom.
Zou ik straks even naar Benjamin mogen kijken? Jawel, maar je moet even wachten tot hij slaapt. Want anders wil hij mee aan tafel, ik ken hem. Oh, prima. Zijn we dat even willen excuseren? Ga zitten. Doe maar net alsof je thuis bent. Zit. 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 Ze zouden best iets van deze kamer kunnen maken als ze zouden willen. Het ziet Terry er moe uit. Een nieuw behangetje, een likje verf, dag en nacht verschil. Waar zou Bob naartoe zijn? Even weg, dat zei ze toch? Ja, dat zei ze. Vraag maar waarom ze ons gevraagd heeft. Om te eten, Mary. Nou, is nog nooit eerder gebeurd. We kennen de naam. Ik kom toch naast Bob te zitten op kantoor? Jawel, jawel. Maar hij heeft ons niet gevraagd, maar zij. Ik begrijp niet waarom jij zo zeurt. Echt niet. Oh. Hoezo? Nee, zo maar. Oh nee, was niets meer. Was, was helemaal... Ik zou willen weten waar de is. Boven misschien. En misschien beneden ook wel één. Twee? Nou, in een huis als dit meneer Foster kennen, is het wel nodig. Hallo! God slaat, ik dacht dat je gezegd had dat Jut en Jul er al waren. Ja. Ja, meneer Foster. Zo, beste kerel. Kent u mijn vrouw, meneer Foster? Meneer, is meneer Foster. Ja. Martin. Oh, nou, maar wij kennen elkaar, hè, toch? Wij kennen elkaar toch van een van die toestanden, hè? Van die kantoortoestanden en zo. Dat u dat nog weet? Ja, zo ben ik nog eenmaal. Ik herken altijd de knappe vrouwtjes. en nooit de... De aardige echtgenoten en zo. Zal ik jou een geheimtje vertellen? Iedereen denkt dat ik William dat baantje heb gegeven omdat hij de beste kandidaat was. Ja. Weet je wat geheim is? Ik zit achter zijn lieftallige vrouwtje. Ja. Jullie zijn al voorzien, dan doe ik mee. Zeg, excuseer de linker kousenvoet. Maar weet je wat het beste was? Ik moest met het hondenweer, moest ik buiten met een stok in een putje poeren. Daar had ik laarzen voor nodig. Oh. Laarzen. Laarzen. Nou ja, goed. Ik ben uit mijn poeren en zo. Ik trek de laars uit, zeg. Ik ga naar binnen. Ik weet van niets. Ik ben een kind. En weg linkerzoen. Oh, gestolen? Nee, ik dacht gewoon weggenomen. Ah. Zo, ja, raak altijd van alles kwijt. Ik ook. Ja, ik zoek me altijd gek naar haar spullen. Precies, ja. Mijn vrouw wordt een stapel gek. Zal ik er nog eens bij tappen? Nee, dank u wel. En jij dan? Oh, je hebt nog niet eens gedronken. Wil je wat anders? Hè? Gin, martini? Nee, dank u wel. Anders zullen we eens kijken wat we nog hebben. Nee, vast. Ja? Nee, vast. Zou ik even... Natuurlijk, jij gaat lekker zitten. Wat wil je hebben? Ginger ale, tonic? Nou, graag. Tonic? Graag, ja. Zo. We zeiden net tegen elkaar wat een mooie kamer heeft de familie Foster toch? Ja, dat is een mooie kamer. Mooie kamer, ja. Nou ja, ik heb de kamer natuurlijk wel eens eerder gezien. Hier zo, is er. Jongens, gezondheid. Cheers. Zo, zeg, luister eens. Mag ik daar eens tussen zo? Wacht. Zo, wacht. Zeg, luister eens, hè. Kijk, we zijn nu even zo met z'n drietjes, hè. Kijk, nou, ja.
Nou wou ik jullie eens even wat zeggen. Als jullie daarnaar luisteren, dan kun je er misschien iets mee doen. Ik bedoel, iets heb je er misschien iets aan, hè? Kijk, nou. Ik ben getrouwd met mijn vrouw. Eens even kijken. Nou, hier. Gisteren was het onze trouwdag. Voor God weet hoe lang. Kan je nagaan. Goed, ga niet. Nou zijn er ogenblikken waarop de irritatie binnensluit. Voel je? Waarop je op elkaars zenuwen gaat werken. Ja. Op die ogenblikken zeg ik altijd tegen mezelf, Frank, zeg ik, ja, kijk, ik zeg Frank omdat ik Frank heet. Ja. Ik heet Frank Foster, dus onwillekeurig zeg je dan, maar Frank gaat niet. Frank, zeg ik dan, dit is altijd nog beter dan niets. En dat betert naarmate je ouder wordt. Ja. En dat niets wordt alsmaar nietser. Daarom ben je de viesluik. Houd stand. Voor je? Doe geen dingen nu waarvan je later spijt zou krijgen als je te oud bent zoals ik om ze nog te kunnen doen. Uit. Dat is het. Cheers. Ja, cheers. Gezondheid. Ja, precies. Ja, hallo. Zorg Frank goed voor jullie. Nou. Ga zitten, jongens. We gaan zo aan tafel. Ah, dat is goed. Jij ook? Ja. Goed. Ik ga graag horen, schat. Zo. Gezellig. Ja, er stond een schoen van je op het fornuis. Ik dacht dat je hem wel kon gebruiken. Ja. En, hebben jullie nog leuke dingen besproken? Interessante zaken? Ja, we hebben een beetje... We hebben een beetje gebabbeld. Gebabbeld? Ja. Ah, prachtig. Ja. Feestelijk. Zo. Juist. Tot zo. Lijkt wel kerstmis. Meneer Foster. Ja. Mag ik mijn handen even wassen? Ja, oh. Dan moet ik even de legging uitleggen. Uitleggen hoe het in elkaar zit. Kijk. Het is hier. Oh, dat is bijzonder attent van je. Niet te strak graag. Zeg, luister, kijk. Je gaat hier de deur door. Gaat de trap op, hè? Dan krijg je in je linkerhand krijg je een deur. Zeg, die loopt je voorbij. Einde van de gang krijg je weer een deur. Ga je ook voorbij. Als je nu de gang volgt, die als het ware op zichzelf terugkeert, als je begrijpt wat ik bedoel, dan is de tweede deur aan je linkerhand. Is de badkamer. Oh, ja. En hier is de andere. Ook niet te strak graag. Als je nu, ja, ik zal maar zeggen, als je nu naar nummer 100 wil, dan is dat daar ongeveer schuin tegenover. Ongeveer. Oh, ja. Maar het is een kwestie van hard door het leggen. Als het niet lukt, geen paniek. De truc is een harde ruk. Te langzaam tot 7. Sla met de palm van de hand op de stortpas link van het merk. Kan niet. Ja, dank u wel, meneer Foster. Goed zo, goed zo. Ach, weet je wat het is? Met veel mannen gaat het zo. Maar trekt voorbij. Oh, werkelijk? Kun je de klok op gelijk zetten. Absoluut. Op wat? Kijk, als jij nou ooit in moeilijkheden komt, je begrijpt natuurlijk wat ik bedoel. Ja. Weet dan dat je er altijd met mij of met mijn vrouw over kunt praten. Oh, ik wil helemaal niet ontkennen dat William een uitmuntende kracht is voor onze firma. Maar het is mijn plicht, voor zover dat natuurlijk in mijn competentie ligt, om te zorgen dat hij gelukkig is. En dat bedoel ik jou ook. Dank u wel. Ach, weet je, mijn vrouw heeft mij alles over jou verteld. Oh ja? Tuurlijk. We hebben toch geen geheimen voor elkaar. Oh. Verteld over jullie bijeenkomst. Welke bijeenkomst? Van gisteravond. Oh, maar ik was gisteravond niet naar een bijeenkomst. Schat, ik bedoel jullie afspraak. Kijk, ik was gisteravond thuis. William was er niet. Thuis? Ja, televisie gekeken. Hé, wat wonderlijk. Ik dacht dat mijn vrouw tegen mij gezegd had.
Heb je televisie gekeken? Ja. Heb jij de televisie spel gezien van die twee mannen met de gescheurde spier? Ja, ja, erg apart. Ik liep er zo op af, meneer Vos. Ah, bravo! Omdat ik daar toch was, ben ik zo vrij geweest om de pin van uw vlotter te stellen. Oh, nou, als je maar plezier gehad hebt, zeg. Ga zitten. Zeg, ik wip even naar de keuken om te kijken of vrouwtje me nodig heeft. Jullie kunnen even heel rustig met elkaar uitpraten. Doe maar, doe maar, doe maar. Ah, oh, jullie zijn er ook een paar kinderen. Ik heb zin om jullie met de koppen tegen elkaar te slaan. Ja. William? Ja, Mary? Meneer Foster zei zo net zoiets en genadigs. Oh ja, wat zei hij dan? Kijk, ik weet niet meer precies hoor. Maar het leek net alsof hij zei... Wat zei meneer Foster precies, Mary? Oh nee, het is te gek. Je bent vanavond wel bijzonder onduidelijk, hè? Ik kan je helemaal niet volgen, Mary. Zo. Oh. Ik was er wel zo'n beetje klaar, geloof ik. Ik begrijp alleen niet waar Bob blijft. Kunnen we helpen? Nee, Mary, nee, ik heb alles klaar. Oh, William, als jij je in vorm voelt, zou jij dan alsjeblieft dit... Tuurlijk. Alsjeblieft. Heb je Benjamin nog in slaap gekregen? Oh ja, prima, geen kick. Oh, je wil hem even zien? Nou, heel graag. Ik zou muis stil zijn. Dat doe ik. Als je hier nog binnen dan ben je. Voorbij de keuken, achter de trap langs. Ja. Ach, je vindt hem wel. Fijn. Ik heb er in mijn tijd heel wat opengetrokken, kan ik je wel verzekeren. Daar zit Bob natuurlijk. Waar zit Bob? In de kroeg. Oh ja, ja, dat zal wel, ja. We houden van een slokje, Bob. Ik zie hem altijd naar binnen gaan, ook zo tussen de middag. Met de hele bubs van kantoor. Nou, drink jij er niks tussen de middag? Oh nee, nee, Terry. Ik zou in slaap vallen. Eigenlijk drink ik hoogst zelden zo alles bij elkaar. Hoe heb je het er laatst uitgehouden met Bob? Laatst wat? Nou, dat zuipen samen. Dat zuipen, wanneer? Ja, weet ik veel. Wanneer was dat nou? Een paar dagen geleden? Op woensdag! Nee, nee, woensdag niet. Was ik in Scunthorpe. Scunthorpe? Iedere eerste woensdag van de maand altijd. Blijf ik overnacht, dan moet ik de boeken nazien van het bijkantoor. Ja, ik vraag me wel eens af waarom dat nou toch op woensdag is. Het is altijd zo geweest... Scunthorpe? Ja, is daar iets mee dan? Ben jij ooit met Bob uit geweest? Nee, Terry, nee, ik zei dat niet zo... Heb jij ooit met Bob je huwelijk besproken? Mijn huwelijk, hoe bedoel je? Alles besproken, details en zo, je weet wel. Er is sprake van, je begrijpt toch wel niet aan de eerste protest. Dankjewel! Dan zal van de kleden wel, dankjewel! Dankjewel! Zo, wil je iets om mee in willen schenken, alsjeblieft? Ja, veel kerst. Dat was het, wat mij betreft. Dat was het! Rustig maar, een beetje kalmer. Ik ga het niet halen. Ik ga zo te praten, want ik ben het zijn. Ik hoop nu, hè, en terwijl onze heer en meester Hoogst waarschijnlijk het een of andere parlement op de grond ligt te koelen, gaan wij netjes aan tafel zitten en zullen wij smikkelen en smullen. Zo zit dat. Oh, is het geen liefde? Nou, Benjamin, gespuugd Bob precies zijn vader. Precies! Hetzelfde plompe varkenskopje zou jij bedoelen. Hetzelfde karakter ook, geldt ook net zolang tot hij zijn zin krijgt. Het zal een kreng worden later. Precies die vlamdrol van een vader van hem. Is er iets mis? Erg mis. Oh, wat dan? Iets wat met Scunthorpe te maken heeft. Scunthorpe? En Bob zijn drankzucht. En toen gooiden ze het bestek en zo naar buiten. Misschien is het eten mislukt. Nee, Mary, steekt toch veel meer achter ergens. Oh, eindelijk. Je dacht zeker dat we naar bed waren of zo.
eigenlijk Mary daar gedacht en William hier. Oh ja. Zo. Ja. 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 Oh, dankjewel. Ik ken mensen die ervan balgen. Nou, verwacht niets ingewikkeld hoor. Het is allemaal erg informeel. Mocht ik iets vergeten hebben, gewoon vragen. Enfin. Het tempo van Frank kennende komt hij zo tegen de koffie, dus zullen we er vast beginnen? Blijf zitten, het gaat best, het gaat best. Kunnen we helpen? Nee hoor, kan best alleen. Beter zelfs. Ik heb alles in de hand. Hoop ik. Nou, schep op! Schep alsjeblieft zelf op! Ik ruik toch niks aangebrand, hè? Of wel? Nou, Ik wist het! Zoek, William. Graag, Mary. Wat doe je? Het ruikt naar luchtverfrisser. Nee. Absoluut, Mary. Luchtverfrisser. Eet het nou eerst maar eens, heeft zo de best gedaan. Je weet toch hoe mijn maag reageert op slecht bereid voedsel? Ja, schat, dat weet ik. Zag de vriendin die hier de deur op heeft gedaan, Sef, die krijgt een 10. Ik heb een uur lang de keuken rondgewalst voor ik hem eruit had. Daar zit de liefste. Ja. Wat is dit? Wat ziet mijn oog? Wat is dit, zeg? Wat is dit voor spul? Dat is avocado, schat. Oh. Dat heb je al eens eerder gegeten. Ja, dat weet ik, dat ik dat al eens eerder gegeten heb, ja. Ik herkende het alleen niet. Zeg, is het te eten? Verrukkelijk! Het ruikt niet zo fris, dacht ik, hè. Ja, schat. Oh ja, iedereen een glaasje bij. Mary? Nou, niet, dank je wel. Fornuis! Dat ellendige fornuis! En ik heb op 100 keer gevraagd om het... Nou, ik heb geen zin op hem te wachten. Wat mij betreft kan hij verrekken. Zeg, Terry, is er wat mis? Ja, wat mis? Nee, hoor. Nou, vooruit, laten we het leuk houden. Eet op! Ja, het ziet er verrukkelijk uit. Wil je? Ja, dank je. Wil je? Ja, dank u. Ik hoop dat jullie de soep lekker vinden. Ik heb er uren boven gehangen. Ik heb zowat alles wat ik te pakken kon krijgen erin gemieterd. En Benjamin heeft mijn handje geholpen. Neem jij het? Nee, dankjewel. Ik heb nou geen trek. Ach, let maar niet op mij. Het enige waar ik zin in heb is lam worden. Nou, dan gaan we. Jeez. Zeg, ik vind niet dat het erg smaakt naar avocado. Nee, het smaakt meer naar stukjes ananas of zo. Ach, liefje. Huh? Als je aanmerkingen hebt, laat je het maar gewoon liggen, hoor. Nee, hoor. Ik heb helemaal geen aanmerkingen. Schat, nee. Een stukje zal als lekkerder. Smaakt het? Heerlijk. Wil je? Ja, erg apart. Ik kan me niet meer inhouden. Ik moet het even proeven. Het smaakt naar deodorant. Oh, wat zit jij jullie van niet? Ik vind van wel. Nee, hoor. Ja, dat vind ik ook. Maar waarom weet jij het dan in godsnaam op? Vooruit, kom hier, ik gooi je terug. Zo, geef hier. Nee. Geef hier! Ziezo, dat is dan dat. Eten afgelopen. Waarom? De carbonaatjes zijn zwart geblakerd. En ik heb zo'n idee dat jij niet erg gesteld zal zijn op rauwe aardappel. Nou... Niks aan de hand. Niks aan de hand. We hebben toch altijd nog de wijn. En wij kunnen ons tenminste gedragen als geciviliseerde personen. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik ga er toch een leuke avond van maken. Kom maar, Cero. Kom maar, Cero. Wat staat er hierna op het programma? Kalfsvlees, schat. Oesters. O jee, vlees en vis tegelijk. Nee, liever, nee. Het is eigenlijk een bepaald stukje van het beest. Oh, nou, het kan me niet schelen, hoor.
Als we het maar herkennen. Jongens, over herkennen gesproken, dan moet ik jullie even eens wat vertellen. We hadden een tijdje geleden, hadden wij op kantoor een man, een klein mannetje. Hij kwam uit Noorden, Perkins, Porterhouse. Liefje, hapje. Nee, Benny Kaat, Billy Kaat, Billy Kater, zo heette die. Goh, kwam ik nou in Porterhouse. Nou ja, doet er ook niet zo, hè. Hij kwam in ieder geval uit Noorden. Ja, hij had een vreselijke vrouw, een klein vrouwtje, hè. Nou, dat was onze directeur in die tijd. Dat was zo'n type van, we zijn één grote familie onder elkaar. Je kent dat type wel, hè. Ja, wat ik nu vertel, dat gebeurde allemaal vlak voor het grote kerstfeest, hè. En nou wilde onze directeur van die mevrouw... Verrek, hoe heet het mens nou? Wacht even. Lieverd, we zitten met smart te wachten op de tweede gang. Oh. Kennen jullie die mop van die vrouw die onverwachts thuis komt en de man met de baby zit in bed vindt? Oh. Nee, die kennen we niet, Terry. Nee? Nou, daar lagen ze dus, hè. Hij en dat meisje... Zal ik even naar de keuken? Samen in bed, als een gek bezig. Nou ja, die vrouw die staat daar en die zegt tegen die man... Is dat de bel? Die zegt tegen die man, laat bellen. Die zegt heel vriendelijk tegen die man... Ik dacht dat de bel was. Laat bellen! Die zegt tegen die man, uiterst vriendelijk... Je kan oefenen tot je pa ziet, maar leren zal je het nooit. Vrezer, zo heette die mevrouw. Heel goed hoor, schat. Ik haal de rest. Blijf zitten, weer in. Ja, nou weet ik niet meer waar ik was. Het kerstfeest van de zaak. Oh ja, die mevrouw... Kaarten. Nee, mevrouw... Vrezer. Ja, juist, vrezer. Mevrouw heet... Nee, nou, het over nadenkt, heette ze ook een vrezer. Hoe heette ze nou? Lieverd, ik ben bang dat het een heel klein beetje gaat vervelen. Oh, pardon. Zal ik toch maar even de deur... Doe maar wat je niet laten kan, William. Ik doe niet open. Ik zit hier rustig van mijn eten te genieten. Zo, zo! Jullie zitten lekker te smikkeren, hè? Jullie lekker vol te proppen uitsteken. Heb je voor mij ook wat lekkers klaargemaakt, liefje? Of moet ik soms uit de muur gaan eten? Oh, mijn god. Hallo. Maar als dat Mary de Muis niet is. Hallo, Mary de Muis, hoe gaat het met me? Hallo, Bob. Zo, en hoe gaat het hier? Hè? Huh? Ga zitten. Ga zitten, William. Trek je van mij niks aan, hoor. Zo. Zeker vieze moppen verteld, hè? Nou, ik heb iets heel vies gehoord, ja. Oh ja, dat zal wel, ja. Ik dacht wel dat je erachter zou komen. Inderdaad, ja. Nou, prima. En wat hebben we hier? De tweede gang. Kunt het alleen af? Uitstekend, William. Dankjewel, hoor. Nee, Frank helpt me wel even, hè, Frank? Oh ja, natuurlijk. Maar waarom heb je het niet even gevraagd? Ik moet toch niet vragen? Lijkt me zo vanzelfsprekend. Je ziet me toch in en uit rennen, bezwijkend onder de schalen. Zo. En wie wil een biertje? Ah, William. William, die wil vast wel een biertje. Nee, dankjewel, Bob. Ik heb namelijk wijn. Ah, niet zo flauw, jongen. Neem een biertje. Oh, we zitten te eten of je gaat zitten of je Mary, gaat Mary, Mary, die wil natuurlijk een biertje. Oh, nee, hoor. Dankjewel. Nee, echt niet. Nee. Oh. Mary wil geen biertje hebben. Nee. Dat weet je zij ook niet, hoor. Nee, zij vindt bier veel te min, ja. En weet je waar zij van houdt? Advocaat. Advocaat, ja. Oftewel alcoholische ijsshampoo. Oh, Bob, duvel toch op! Waarom zou ik opduvelen? Ik bied mijn gast iets drinken aan. Shh. Let maar niet op haar manier, hoor. Haar opvoeding was er niet je dag. Bob, ik waarschuw je. Je kan iets naar je kop krijgen. Oh, dat zou enig zijn. Vinden ze geweldig. Hey, weet je, ze kan hartstikke goed mikken. Ja. Ze raakt de muur met een schaal vol met spruitjes op 20 pas afstand. Kijk, zo. Geloven jullie me niet? Ik heb het er zelf zien doen. Nou, er wordt dan 4 bier. Ik geloof dat dit goed geslaagd is. Nou, ik vind het niet zo leuk uitzien, zeg. Lieve, er zijn eieren met spek in de keuken. Oh.
Ach, William, als je eens wist hoe dikwijls mijn man al van tafel is opgestaan om voor zichzelf eieren met spek te bakken. Het is werkelijk erg ontmoedigend. Hey, Mary! Hey, hier. Hey, dit biertje is voor jou. Bob, ik wil even... Ze wil niet, Bob! Ze neemt een biertje of ze er nou wel of niet. Huh? Ga je toch niet in mijn eentjes dan hij? Dat is asociaal. Zou niet beter zijn, hou je kop! Je bent een smerig varken. Een grofdronken, smerig varken. Geloof dat wij er vandoor moeten. Oh, nee. Als er iemand vertrekt, is het dat varken. Hey. Ja, jij! Weet je dat het vreselijk is om een echtgenoot te hebben die niet van lekker eten? Oh jee, wat vervelend. Als ik wil blijven, dan blijf ik. Daarom zijn deze avondjes ook eigenlijk helemaal niet aan hem besteed. Lieve schat, ik vind het uiterst gezellig. Oh ja, ik ook. Bob, ik waarschuw je. Nee, nee, Terry, zou ik niet doen, Terry. Doe dat eens. Wacht nou eens even, dan heb ik het onderbroken over het verhaal van die mevrouw. Hoe is het ook weer? Wacht even. Ja. Nou ja, in ieder geval, ze moest het lopend buffet verzorgen voor kerstmis op kantoor. Nou, weten jullie nooit wat we kregen? Raad het! Terry! Nee! Je weet het niet? Goulash! Wat zeg je? Het is kerstmis, iedereen loopt kriskast door elkaar heen met de loei hete goulash in de bakjes. Wat is er nou? Ik ben een leeuw! Nee, Bob, ik ga nog echt te ver! Kreeg alles over zich heen tijdens de tango. Slecht! Hij gaat naar die mevrouw Thielen toe. En hij zegt tegen dat met... Wat zei die nou ook alweer? Wacht even. Zo, de wind erop! Nou ja, in ieder geval, hij geeft er de wind van voren, hè. En die mevrouw Thielen had ook al het een en ander op. Dat die zegt tegen onze directeur. Wat zij zei nou toch ook weer? Wacht even. Blijf op de deur! Blijf op de deur! Bob, in staan! Weet je wat ze zei? Nee, Terry! Nee, Terry, nee, luister! Nee, laat me nog... ze zei... Ja, precies! Precies! Nou weet ik weer wat dat mens zei. Dat mens zei tegen de directeur midden in zijn gezicht. Je bent nat. Is heel grappig, ja. Je bent nat. Nee, jij bent nat. Ha, jij bent... Oh, hemeltje, oma. Er lekt iets. Lekt? Liefert, je hebt toch niet weer de douche aangelaten, nou, hè? Nou, nee, schat, natuurlijk niet trouwens. Hij zit niet onder de badkamer. Hij zit onder nummer 100. Oh. Juist. Jammer. Heel jammer. Zo, toch maar weer thuisgekomen, hè? Oh, wilde de oude moeder geen onderdak verlenen aan het zielig weggevluchte weesje? Hey! Oh. Hey! Kom binnen! Zo, kom binnen. Zo. Tikje aan de frisse kant, hè? Oh, maar klaart wel weer op, hoor. Maar ja, je kent het gezegd, hè? Ochtendrood water in de sloot, avondroodje poes is de oot. Wat kan ik voor je doen? Keur. Ga zitten. Oh, dank je. Ja.
Kan ik iets voor je betekenen? Nee, nee, ik zou Terry graag even willen spreken. Die is er niet. Oh nee? Oh, maar ze komt toch straks terug? Ik denk van niet, nee. Oh, juist. Ja, kijk, alles ziet eruit dat ze voorgoed de benen genomen heeft. Oh? Oh, hij is wel vaker gedaan, hoor. Ik heb net een snelle inventarisatie opgemaakt en het komt me voor dat ze dit keer een ruim assortiment onontbeerlijke zaken heeft meegenomen. Ja, één tandenborstel, één nachthemd, wel twee set ondergoed, één grammofoonplaat van Bob Dylan en één kind. Waarom is ze weggegaan? Ja, dat weet ik niet. Oh. Ah, misschien heeft ze zich wel laten schaken door de hoofdredacteur van de Times. Wie is dat? Ja. Nogmaals, wat kan ik voor jou betekenen? Nou, we kunnen misschien wat helpen. Helpen? Ja, na gisteravond met de soep en zo, dacht dat er misschien iets was waarbij William en ik zouden kunnen helpen, of zoiets. Oh, nou nee, alles is alweer schoongemaakt. Nee, nee, dankjewel. Nee, nee. Oh nee, maar dat bedoelde ik niet. Dat niet, maar wat dan wel? En nou, ik bedoel de hulp. Je weet wel. Dat is erg aardig van je. Oh, ja, ja, oh ja. Dankjewel. Ik dacht, nou William en jij toch samen gaan werken, hè? Kunnen we misschien wat... Wat nader tot elkaar komen. Ja. Juist. Ja. Waar is hij? Hè? Nou, waarom is hij niet meegekomen? Oh. Jij weet toch wel dat je hier bent, of niet zo? Nou, ik heb... wacht even. Hij voelt dat er niet zoveel voor om meteen te hulp te snellen, toch? Nou, kijk. We hebben het er vannacht over gehad. En William vindt dat we ons er niet mee moeten bemoeien. Tja. Het was meer mijn idee. En William vindt altijd dat ik zo gesloten ben, hè? Dat ik meer interesse moet tonen. Praten met mensen en zo. Omdat praten met mensen toch belangrijk is, hè? Sociale contacten leggen is essentieel. Ik bedoel, als je mensen op de borrel hebt en zo, moet je toch conversatie kunnen voeren. Nou, en daarom dacht ik maar met jou en Terry te beginnen. Problemen bespreken en zo, dat soort dingen helpen in het algemeen. Ik bedoel, daarom zijn we toch op de wereld, hè? Om elkaar te helpen. Waar of niet? Goed gezien. Oh, dankjewel. Ja. Nou, je hebt volkomen gelijk. De bezem staat in de kast in de keuken en de zwam een beetje kwaad. Hè? Nou, nee, laat ik het even anders formuleren. Hè? Nee, laat ik nou geen slaatjes uit onze vriendschap. Nee. Nou, wat vind je van 25 penny per uur? Hè? En 35 voor een stofzuiger, want dat gaat toch al een tikje zwaar. Weet je wat? Je ziet me nog wel. Zeg, je ga zitten. Nee. Ga zitten, brada pasta! Nee. Oh, moet je nou eens luisteren. Nee, echt waar. Ik zou het vreselijk vinden als je wegging met de gedachte dat ik ondankbaar ben of zo. Maar dat ben ik helemaal niet, hoor. Nee. Hé, hey, zal ik jou wat vertellen? Nou, ik ga me aankleden. Jij gaat koffie zetten. Gaan we hier lekker zitten? Hè? En dan vertel ik je alles over mijn huwelijk. Nou, vier duiven. Nee. Hey, boy, je vindt ook niks leuk. Nou, dan vertel jij mij jouw probleem. Oh, ik heb geen problemen. Nee, dan bedenken we wel een paar. Hè? Ja, hé, hey, wordt vast gezellig. Oh. Maar ik moet er vandoor, hoor. Nee, jij zet koffie. Je vindt wel een kopje in de gootsteen. Tenminste, als je goed zoekt. Ja. Kijk wat een schort. Maar ik moet... Oh. Zo eens even kijken. Dus... Hé, God. Hé, jij. Ja! Baby slaapt lekker in de hal. Dat komt denk ik door de bus. Ja. Zodra we instapten was hij weg. Was hij weg? Sliep hij in. Ah, juist. Ja, ga zitten. Zeg. Ja, dankjewel. Weer koffie? Nee, dankjewel. Ik zou je de mijne wel willen geven.
maar er is iets ingevallen van de klok. Zeg, wat kan ik voor je doen nou? Ik zat in de bus. Gaat niets boven een busritje op zaterdagochtend, hè? Ik was op weg naar mijn moeder. Oh, dat is ook zo leuk hoe de jonge lui voor de oude lui zorgen. Ik dacht, ik moet met iemand praten, met wie dan ook. Ja, en ja. Toen kwam ik hier langs, toen dacht ik aan jou. En toen ben ik uitgestapt. Ja, nou, dat heb ik goed dat gedaan, hoor. Ik vind het gezellig. Alleen je moeder zal natuurlijk een beetje teleurgesteld zijn, hè? Maar je hebt Bob zeker vooruitgestuurd. Ik heb hem laten zitten, Frank. Oh god, in de bus. We zijn uit elkaar. Ik heb hem verlaten. Wat? Oh nee. Terry, ik weet gewoon niet wat ik zeg, want dat is verpletterend. Ik heb ook geen idee wie die andere vrouw is. Andere vrouw? Ja, hij heeft een ander. Hij ook al, zegt het is besmettelijk. Wat? Nee, niks. En je hebt geen idee wie die andere vrouw is. Nee, geen idee. Oh, wat is dit vreselijk. En wat zal dit een klap zijn voor Fiona? Waarom? Nou, die was zo dol op jullie bijtjes. Oh. Nou ja, dan ben ik dus heel truttig op weg naar mijn moeder. Nou, dat vind ik niet. Nee, je komt altijd heel goed met je moeder overweg. Niet zo goed, nee. Oh, oh. Ze kan beter met Bob overweg. Ach. Ik lijk te veel op mijn vader, zegt ze. Oh, nou, dan kun je met hem praten. Die is al in 1953 vandoor gegaan. Ah, Martijn. Weet je dat nou allemaal wel zeker? Ja, 25 jaar geleden. Wel, nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel van jou en Bob, bedoel ik. Zo'n leuk jong stel. Leuk fletje. Leuke baby, leuke toekomst voor je. Nou ja, we maken natuurlijk allemaal wel eens een grapje over Bob. De kantoor-Romeo, zeg maar. Oh, dat wist ik niet. Ja, nee, zo bedoel ik niet. Ik bedoel zo, de mannen onder elkaar, zo. Ja, maar heb je nou eigenlijk concrete bewijzen? Zat, uitgaan tot diep in de nacht. Dat zijn geen bewijzen, hoor, Terry. Wel, nee. Neem nou bijvoorbeeld mij. Als je mij op dit ogenblik zou vragen, waar zit Fiona? Zou het antwoord zijn geen flauw idee. Maar daarvan ga ik toch niet denken dat ze met de buurman in bed ligt. Veel eerder dat ze bijvoorbeeld, nou ja, hier zeg maar, naar de kapper is of zo. Nou, ze zit toch niet bij de kapper tot 3 uur 's nachts? Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, soms blijft ze toch wel eens zo lang weg, hoor. Echt waar? Nou, laatst nog. Laatst, wanneer was het? Woensdag. Nou, toen kwam ze heel erg laat in de nacht thuis. Echt waar? Ja, nou, woensdag, dat was onze trouwde. Ja. Kwam ze heel erg laat thuis, hoor. Woensdag? Woensdag, nou, erg laat, hoor. Woensdag? Ja, maar laten we het niet hebben over mijn problemen, laten we het hebben over jouw problemen. Weet je wat ik doe? Ik bel Bob op, probeer erachter te komen, naar mij moet hij luisteren. Oh, ja? Ja, ik zal hem de huid vol schelden. Nee, nee. Nee? Oh. Nou ja, misschien beter. Nachtje overslapen. Maar wil je echt iets hebben? Nee, dankjewel. Koffie, thee, het staat allemaal te pruttelen. Dankjewel. Oh, toch wel? Hè? Oh ja, graag. Natuurlijk, en melk of zwart? Zwart? Zwart, oh, dan is het koffie. Hè? Ja. Koffie. Ja. Nou? Oh, ik ben een beetje aan het schuieren. Waar blijft de koffie? Ja. Als je zo praat, krijg je niks. Zeg, wil je mijn huis wel eens met rust laten? Maar ik maak alleen maar een beetje schoon. Oh, alsjeblieft niet. Mijn vrouw heeft zich alle tijd en moeite getroost om dit stof te verzamelen. Jij vernietigt haar levenswerk in 5 minuten, zeg. Ik doe niet zo mal. Jij vormt een bedreiging, weet je dat? Maar jij wilt toch geen vies huis? Waarom niet? Nou, dat... Dat is vies. Ah, zeg, doe me een lol en zet die verdomde koffie. Hop. Jij bent echt heel, heel erg grof. Ik begrijp niet hoe Terry met je uit. Oh. Nou, dat doet ze toch ook niet meer. Allee, koffie. Allee. Para, koffie. Ja. Hey. Hallo, Terry. Hoe gaat het met je? Oh, dat gaat wel. Ja, ik dacht al, wat is dat bewegende ding toch in mijn hal? Maar dat is dus jouw baby. Ja, dat zou best kunnen. Wat doddig zeg. En wat een snoezige wagen. Zo vrolijk en glimmend. Het is eigenlijk een reiswieg op wielen. Oh, is het dat? Beeldig. Zeg, neem me niet kwalijk dat ik het zeg, hoor. Maar ik geloof dat jouw baby een ietsiepietseltje op het kleed heeft laten lopen. Oh ja? Ja. Oh, doet hij wel meer. Nou ja, als hij maar gezond is.
Ja, het is toch een monsterlijk oud kleed. Misschien frist het ervan op. Hier is de koffie, hoor. Ah, Fiona. Goddankt dat je er bent, zeg. Hou vast, hou vast. Waarom? Terry heeft groot nieuws. Oh ja? Bob heeft een andere vrouw. Een andere? Ja, schat, een verhouding, een minnares. Man, huh? Daar sta ik van te kijken, zeg. Ze zijn uit elkaar. Oh ja? Nou, Terry is weggelopen. Nou, dat kan ik me van jou niet voorstellen. Nee. Nee, maar het is ook eigenlijk niet zo. Is het niet zo? Nee, ik heb er nog eens over nagedacht. Je had volkomen gelijk, Frank. Oh jee, wat leuk. Waarom zou ik Bob opgeven? We praten namelijk wel over een verhouding. Maar misschien was het dat wel helemaal niet. Juist. Juist. Bob kennende, misschien wou je gewoon maar zo'n dolle avond hebben met een van de rijke oude taart. Ja. Goed vandoor, tot ziens. Oude taart. Oh. Sorry voor de rotzooi in de hal. Niet je vindt toch niet erg dat ik voor jou laat liggen, hè? Ochtend goed besteed. Frank, wat is er in vredesnaam aan de hand? Ik moet even nadenken, zal ik je direct vertellen. Oh ja? Ja, ja, ja. Lieverd, luister eens, ik heb die jurk toch maar gekocht. Goed zo. Ja. Hij staat me afzichtelijk. Prima. Maar ik heb hem toch maar genomen. Goed zo. Weet je wat ik doe? Ik trek hem even aan, dan kan je zeggen wat je ervan vindt, hè? Prima. Is alles goed? Prima. Goed. Zo, nou heb jij, ja, in de kitchen. Met het huis van de familie Phillips. Ah, juist. Ja. Met wie spreek ik? Met de werkster? Nee, met mij. Wie is mij? Mary. Mary Featherstone. Mary Featherstone? Meneer Phillips is momenteel in de badkamer. Zeg, wat doe jij? Wanneer? Wat doe je dan? Wat doe jij dan? Afstoffen. Wat? Afstoffen. Het huis aan kant en zo. Grote God. Is Bob in de buurt? Nou, die zal zich nou aan het aankleden zijn, denk ik. Lieve hemel! Pardon, met wie spreek ik eigenlijk? Nou, nee, zeg, ik ben verkeerd verbonden, sorry, zeg. Maar, kunt u uw naam even noemen? Absoluut niet, nee, zeg. Maar kan ik dan een boodschap aannemen? Nee, zeg, nee, absoluut niet, zeg. Maar wie kan ik dan zeggen dat er gebeld heeft? Zeg maar meneer Rijswieg, dag. Hé, hey, wie was dat? Meneer Rijswieg, zei hij, geloof ik. Wat wou hij? Hij zou nog bellen. Ken ik niet. Oh, wacht even. Misschien wel de advocaat van mijn vrouw. Of misschien wel de hoofdredacteur van de Time. Hallo, hallo. Ah, ja. Oh, hier. Spreek met William Featherstone. Ja, je spreekt met, hoe heet die? Oh, ja, met mij. Forster, Forster. Frank Forster. Ja, wat zei je? Ah, ook goedemorgen, ja. Oh, jezus, ik hou je toch niet van het werk af? Wat deed je? Kuikens aanpijpen, doorblazen. Goed zo. Zeg, William, luister. Mary is zeker niet in de buurt, hè? Nee. Zomaar. Ik bedoel, je hebt zeker ook geen flauw idee waar ze is. Nee, ik heb het niet nodig. Ik dacht ineens zo. Ik dacht, jee, waar zou Mary zijn? Ja, zal ik een klein loopje wezen maken? Ja, luister eens, beste jongen. Er zit me toch iets fout. Er zit toch iets verkeerd. Wat? Ja, in de keuken, ja. Luister eens, heb jij verstand van een flenspijp? Want ik geloof dat daar de verstopping zit. Nou, als je zo vriendelijk zou willen zijn. Neem me niet kwalijk de last ervan met dat pijpengedoe. Een minuut of 10? Een minuut of 5? Prachtig, tot direct. Weer zinwekkend. Schat, ga je nou niet een beetje te ver? Ronduit weer zinwekkend. Hè? En als ik hem nou zo te smallen, hè? Op deze manier gaat je heel afdeling naar de bliksem. Groepenseks. Ja, groepenseks. Ja, daar hebben we allemaal wel eens van gehoord, nietwaar? Maar dat verwacht je toch niet op je bureau, hè? Ik begrijp niet dat de mensen bezield. Lieverd, waar heb je het over? En allemaal, iedereen doet mee, iedereen, jij ook, allemaal. Wat
lelijk vindt. Nee, nee, kom jij eens hier. Ga jij zitten, klein vrouwtje. Oh, dat is mijn vader tegen mij. Ja, ik vind dat jij mij een verklaring schuldig bent. Lieverd, ik heb het heel erg druk. Ik heb woensdagavond. En woensdagavond? Afgelopen woensdagavond. Aha. Waar was jij? Ik was, woensdagavond? Ja. Er was... Ach, dat heb ik je toch verteld. Precies. Je hebt gezegd dat je woensdagavond hebt doorgebracht. Met Mary Featherstone. Oh ja, dat heb ik gezegd. Ja, ja precies, ja. Ja. Ik heb daar toen geen aandacht aan besteed. Nee. Maar de volgende dag, toen de Featherstones bij ons waren... heb ik Mary eens gevraagd naar dat zogenaamde afspraakje. Ze ontkende categorisch. Oh ja? Oh ja, zoals ik zei. Nogmaals... Ik heb daartoe geen aandacht aan besteed. Nee. Waarschijnlijk heb jij woensdagavond iets gedaan... wat jij, begrijpelijk, voor mij wilde verbergen. Nou ja, gaat me ook niet aan. Nou, dat vind ik erg sportief van jou. Yes, al niet te min. Toen Terry mij vanmorgen verliet, heb ik een huis... van Bob Phillips opgebeld. Aha, en nu weet ik. Nu begrijp ik wat jij voor mij wilde verbergen over woensdagavond. En ik moet zeggen, Fiona, het is een hoogst ernstige kwestie. Ja, schat. Ik moet wel zeggen dat je mij wel een beetje hebt teleurgesteld. Dat zal wel, ja. Waarom jij deze onverkwikkelijke affaire voor mij hebt willen verbergen... is mij ten enenmale een raadsel. Ja. Opzettelijk verbergen. En op zo'n stuntelige manier. Ik dacht dat het je pijn zou doen. Ja, dat doet het ook. Het doet mij ook pijn. Zet ze de kaart op je rug. Het doet mij zeer veel pijn, ja. Ja, want ik vind namelijk... dat wij deze dingen... samen moeten delen. Deze bedgeheimen. Oh ja? Ja. Dat is toch geen gewoonte, dacht ik hoor. Nee, dat weet ik, dat weet ik. Vrouwen dekken elkaar altijd. Zeg, ga je even verkleden voordat William komt. Ja, maar wat verwacht je nou van mij? Van jou, want je bent toch al verkleed? Ik bedoel wat ons betreft. Oh, schat, ik weet niet waar je het over hebt. Ga lekker een kopje koffie zetten, dat zou ik heerlijk vinden. Nou ja. Teddy. Wat doe jij hier in godsnaam? Ben je werkster geworden? En nou, ik dacht een beetje te komen helpen, zie je. Helpen? Ja, na gisteravond met de soep en zo. Oh, oh dankjewel, vind ik erg aardig van je. Maar ik zou hem al mee ophouden als ik jou was. Zou je jaren en jaren van je leven kosten. Wie heeft daar verdomme met z'n vingers aan gezeten? Oh, dat heb ik een beetje opgeruimd. Opgeruimd? Ja. Je hebt alles weggesmeten. Oh, sorry. Oh, en ik had alles zo keurig op stapeltjes gelegd. Het zijn mijn krantenknipsels, schat. Artikelen die ik uit de krant knip. Oh. Ik had alles keurig gerangschikt. Geboortebeperking, milieubescherming, chemische bestrijdingsmiddelen, voedselschaarste. En nou is er een grote puinhoop. Het spijt me echt heel erg, Terry. Oh, nee. Oh. Al mijn brieven ook. Brieven? Kopieën van mijn brieven aan de redacteur van de Times, schat. Meer niet. Oh. Hallo. Oh. Smeerpijp? Zo.
Had je iets vergeten? Nee. Oh. Ja, ik dacht je terugkwam voor je alimentatie. Weet jij dat jij diep van binnen zo rot bent als een rotte peer? Maar dat zou jij toch moeten weten? En of ik dat weet? Oh. Waar is Benjamin? Slaapt. Kom hier. Nee. Kom hier. Nee, kom jij maar hier. Oké. Stomme koe. Klootzak. Je moet heel stil zijn voor Benjamin, hoor. Shh. Ik ben zo snel mogelijk gekomen. Hiermee lukt het wel. Ja, zo weer uit de zorgen. Zo weer uit de zorgen. Mijn man komt zo. Ah, zeker bezig met het ongemak? Nou, hij trekt een andere broek aan. Ja, juist. Ik hoop niet dat ik ongelegen kom. Helemaal niet hoor. Ga zitten, ga zitten. Mag ik van de gelegenheid gebruik maken om u ook mede namens mijn vrouw te danken voor het overheerlijke diner van laat? Oh, dank u wel. Dank u. Ik vind dat een erg mooie jurk. Oh, vind je? Dank je wel. Spik splinternieuw of ik moet me sterk vergissen. Ja, ik zag het kaartje bungelen. Oh, dat ja. Niet gezien, zeker. Jawel. Ik heb het er expres aangelaten. Oh? Ja, ik heb het zonder geprobeerd, maar ik vond het met kaartje leuk. Oh. Nou ja, in dat geval... Niet erg, hoor. Ik vraag me af of jij me zou kunnen helpen. Ja, ik zal het proberen. Het is meer een theoretische vraag, zuiver theoretisch. Ik zou graag willen weten hoe jij daar nou op reageert. Prima. Kom op met de geit. Hoe zou jij reageren? Als je erachter kwam dat je vrouw een verhouding had met een andere man. Wat een merkwaardige vraag. Ja, het is een merkwaardige. Nee, ik bedoel, dat zou nooit in Mary's hoofd opkomen, zoiets. Nee, natuurlijk niet. Ik zei toch ook zuiver theoretisch. Hè? Oh ja. Oh ja. Nou. Zou je bijvoorbeeld zeggen... Je hebt me erg teleurgesteld. Je had het met me moeten delen, zoiets misschien. Nee, dat zou ik niet zeggen, nee. Ik zou er slaan. Oh. Misschien. Ja, ik kan nu geloof ik niet helpen. Ik heb zoiets nooit met de hand gehad. Nee, ik ook niet natuurlijk. Oh, nee. Maar, laat dat tent dat je zo snel gekomen bent. Ik ben zo snel mogelijk gekomen, meneer Foster. Wat zit er best, jongen? Ik zal het glaasje gaan tappen. Gaan we dat eens rustig nuttigen? Gaan we eens kalm babbelen? Ja, dat is goed, schat. Ik ga even naar boven. Nee. Je ziet me straks al. Nee, schat, hier is het pas. Jij gaat er even zitten. Ik heb jou hierbij nodig. Jij moet iets drinken. We moeten allemaal iets drinken. Nou, het is mij nog een beetje te vroeg, meneer Foster. Ik sta erop. Ah, dank u. Ik drink op rust en kalmte. Rust en kalm. Zo. En nu, ter zake, William. Ah, ja, De wat? Uw pijp. Mijn pijp? Nee, de flenspijp, de pijp. Ah, pardon. Er is namelijk geen flenspijp. Ja, nee, u zei door de telefoon... De flenspijp was meer een voorwensel om je hier te krijgen. Waarvoor dan? Lieve bestuurder, alsjeblieft. Beste William, ik vrees dat de woorden die ik tot je moet richten jou heftig zullen schokken. Helaas, ik moet zeggen, mijn vrouw heeft mij bedrogen.
Daarom heb ik haar ook gevraagd om hier te blijven. Zodat zij zelf deze hele onverkwikkelijke affaire van begin tot het eind persoonlijk aan jou kan vertellen. Ga je gang, schat. Dat meen je niet. Dat zeker wel. Dacht jij dat ik hier rustig alles aan William ga zitten vertellen? Was dat je bedoeling? In grote trekken, ja. Wat beoog je daar eigenlijk mee, mij te vernederen? Oh, maar lieve schat, ik geloof toch wel dat William het recht heeft om alles te weten. William heeft het recht alles te weten? Ja. Nou ja, zeg. Haal de postbode er ook bij. Buurman, ik bedoel, als je me toch wil vernederen, laten we het dan groots aanpakken. Maar schat, wat heeft de postbode dan mee te maken? Dit gaat me echt te ver, hoor, Frank. Oh ja? Als jij maar zo'n klein beetje om me zou geven, zou je iets heel anders verzinnen. Zou je iets doen? Slaan eens een keer, slaan eens. Zo ben je gek geworden of heb je een glaasje te veel op? Hou alsjeblieft op met die misselijke grappen. Zal ik even heen aan? Beste is, William, dat mijn echtgenoot jou op een bijzonder onsmakelijke manier probeert in te lichten over een buitengewoon onnozele en stomme verhouding tussen Bob Phillips en jouw vrouw, beste jongen. Zeg, ik vind wel dat je iets kiezer had kunnen zeggen. Ik doe zelf niets anders dan die jongen proberen zijn gevoelens te sparen. Mijn vrouw? Ja, je mag het naam. Zijn vrouw bedoel je Mary Featherstone? Ja, natuurlijk bedoel ik Mary Featherstone. Hij heeft er maar één vrouw, hoop ik. Mijn vrouw met Bob Phillips. Dat meen je niet, schat. Bob Phillips met Mary Featherstone. Ja, Mary Featherstone met Bob Phillips, ja. Ik verzoek je vrienden het niet op te herhalen. Dat is toch volkomen belachelijk? Volslagen absurd. Ik begrijp niet waarom jij ineens zo verbaasd doet. Je hebt zelf niets anders gedaan dan de overspelige vrouw de hand boven het hoofd te houden. Ik? Zo'n slaag absurd. William. Laten we open kaart spelen. Je bent er zelf ook niet geheel en al onschuldig aan. Oh, je hoeft mij niets te vertellen. Ik ben op de hoogte. Ik begrijp dat het misschien niet de uitgelezen moment is om het te vertellen, maar ik wil er toch even mee op de proppen komen met je eigen capriolen. Met de laarzen en zo. De laarzen? Die je bovenop je dossierkast bewaart. Je ziet, ik weet ervan. Ah, nee, die zijn van mijn speleologie. Ja, lieve jongen, wat voor naam je dan geeft, kan me niet voor. Ik wil alleen dat wij de feiten rustig onder de ogen zien. Afgelopen woensdagavond kwam mijn vrouw laat in de nacht thuis en beweerde dat ze de avond had doorgebracht met Mary Featherstone. Later bleek dat volkomen onwaar. Lieverd, je bent helemaal verkeerd. Stappen! Mijn vrouw bleek dit verhaal verzonnen te hebben. Is dat zo, mevrouw Foster? Zeker zin, ja. Je hoort het. Ja, maar ik hield Mary niet de hand boven het hoofd. Oh, lieve schat, er zal toch weinig moeilijk iets anders te verzinnen zijn als je dat gezegd hebt, of niet soms? Nee. Nee. Eigenlijk niet, hè? Nee, eigenlijk niet. Dat is dan 1-0 voor mij. Ja, maar dat bewijst dat kom ik niet aan. De rustig. Terry Phillips kwam bij mij en bekende mij dat zij ontdekte dat haar man een verhouding had met een andere vrouw. Toen ze mij verlaten had, heb ik het huis van Bob Phillips opgebeld. Ik kreeg jouw vrouw aan de telefoon. Zij was in zijn huis. Bij Bob Phillips? Ja, bij... En wat deed ze bij Bob Phillips? Ik ben bezig om dat uit te leggen, lieve jongen. Zij nam de telefoon op. Ze deed zich voor als een of ander dienstmeisje. Meneer Phillips zit in het bad, zei ze. Zij pretendeerde aan het afstoffen te zijn. Nou ja, kijk eens, dan kun je ervan denken wat je wil, maar voor mij is het een open vraag en helemaal geen open vraag meer. Ik weet. Ja, maar ik kan het niet geloven. Ja. Dat mijn vrouw me... Ja, maar is het waar, mevrouw Vossen, dat... Nou, kijk, kom maar natuurlijk. Maar dat probeerde u me straks toch ook duidelijk te maken, voordat uw man binnenkwam. U zei toch tegen mij, hoe zou je erop reageren als je erachter kwam dat je vrouw een verhouding had met een andere man? En toen zei ik nog... Je zou er slaan. Oh ja? Ja, dat herinner ik me nog heel goed. Ja, heb ik dat gezegd? Ja. Ja. Ja, nou, dat is ook zo, dat is ook zo, dat... Mag je nog een, meneer Foster? Ja, natuurlijk, wat wil je hebben? Een Bloody Mary? Ja, nee, natuurlijk niet. Maar heeft u wat stilgestaan, mevrouw Foster?
hoeveel tijd ik in die vrouw heb geïnvesteerd. Toen ik ontmoette was het niets. Het was helemaal niets. Maar met mijn eigen handen heb ik er wat van gemaakt. Ik heb er aangemoedigd om lid te worden van de openbare leeszaal. Ik heb er geïntroduceerd bij de populair klassieke platenclub. Ik heb er vertroeteld. Ik heb er leren nadenken. Ik heb er misschien wel eens wat te hard aangepakt. Dank u wel, meneer Foster. Haar smaak voor kleding was afschuwelijk. Mijn eigen moeder heeft me nog aangezet in fantasie koken. Alles! Ik heb er alles aan gedaan! Bravo, William. Cheers. Oh, cheers. En dan komt er zoiets hè, als Philips. William. Die dan zomaar. William. Die dan zomaar! Hoe durf je? Hoe durf je? Hoe durf je? Hoe durf je? Als te laat. Zie je nou wat je gedaan hebt? Deze staat om iemand dood te schieten. Met een waterpomp dan. Ik weet wat hij van de film bellen. Ze waren volmaakt gelukkig totdat jij je ermee ging bemoeien. Ik? Ja, jij, ja. Sorry, je kunt mij toch moeilijk van alles de schuld geven? Oh, ik ga me verkleden. Ik ga die matjurk uit. Oh, dat pop op een dag. Wat een dag. Verschrikkelijk, zeg ik. Oh, oh. Hallo. Ah, hallo, Mary. Oh, ja. Oh, hallo, met meneer Rijswijk, hè? Nee. Nou, sorry, meneer Rijswijk. Maar meneer Philips is momenteel in de slaapkamer samen met zijn vrouw. En ze wensen niet gestoord te worden. Luister eens, Mary, je spreekt met Foster, Frank Foster. Oh? Ja. Ook dacht ik met meneer Rijswijk sprak. Ben je gek, zeg. Ik ben hier. Luister goed, je hangt de telefoon op, je verlaat onmiddellijk het huis. Begrepen? Ja, ja, maar... Niet tegenspreken, meisje, hè? Voordat je het huis verlaat, ga je naar die slaapkamer, je tikt op de deur en je zegt tegen de Philipsen dat ze de deur absoluut gesloten houden. Nee, maar ik kan daar nou niet naar binnen, hè, want hij is daar dus nu met zijn vrouw. Hè? Daarna verlaat je het huis, Mary. Maar je rent niet naar je eigen huis, je rent onmiddellijk naar ons toe. Het is een kwestie van leven en doden van vitaal belang. Ja, maar meneer Foster, ja? Ik moet William's eten nog klaarmaken, anders wordt hij boos. Nou, hij is nu al meer dan boos, hoor, Mary. Hij is hem zo... Mary! Nee, nee. Nou, als je het over de duivel hebt, dan is hij net, meneer Foster. Dekken, ga lekker, zeg. Pardon? Hallo, William. Een momentje, graag. Het is gevaar, hè? Wat? Nooit had het erover gekocht. Kan je mij dit aan doen, Mary? Maar je bent toch niet boos omdat ik hier ben, William? Zit er eens geen pook in de buurt, zeker? Verlaat het huis onmiddellijk. Verlaat het huis. Maar ik ben aan het bellen. Ik waarschuw je, Mary. Ik sta op het kookpunt. Getrouwd zijn heb ik je nooit geslagen, nooit gemolesteerd. Maar dat ga ik doen, Mary. Dat ga ik doen als jij niet ogenblikkelijk dit huis verlaat. Maar ik kwam hier alleen maar om Terry te helpen. Terry, is die er ook? Ja, ze is in de slaapkamer met Bob. En wou je daarbij helpen? Wie heeft een verhouding? Nou, Terry met de man van de krant. Goeie hemel, zij ook. Ze correspondeert met hem en dat heeft Bob me verteld. Hij heet meneer Rijswijk en het is... Een treurige, zwakke smoes, Mary. Je bent een onbetrouwbare... Zet! Hallo! Hallo! Medewerkers van mijn afdeling, laten wij open kaart spelen. Koffie? Wij moeten... Oh, ja. Dank je, ja. Is dit nou allemaal wel verstandig, schat? Ja, schat, is heel verstandig. We hebben er toch helemaal niets mee te maken, eigenlijk? Schat, we hebben er alles mee te maken. Het zijn medewerkers van mijn afdeling. Ik ben verantwoordelijk voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Oh, wat gewichtig. Dus niets gewichtigs aan menselijke betrokkenheid. Zeg, schat, zou je zo vriendelijk kunnen zijn om daar te gaan zitten? Dank u wel, dank u. Waar is Mary? Oh, ze komt zo beneden. Ah. Ze heeft een heerlijke nacht gehad, zal het goed doen. Ja, ze komt toch wel op de been komen. Ja, schat, ze komt er zo aan. Ik heb hem net geroepen. Ja, ze zal wel uitgehongerd zijn. Ze heeft helemaal niets gegeten gisteravond. Geen hap. Ja, dat zijn de Philipsen. Ik zal wel even open doen. Ja. Het gaat toch niet te lang duren, nee, schat? Nee. Zeg,
Ik heb wat kranten in de hal gelegd. Kan dat kind zijn gang gaan? Ploegmakkers. Een ploeg die samen speelt, samen blijft. Maar sommigen hebben ergens anders gespeeld. Jullie zult je wel afvragen, maar... Daar zijn ze. Hallo, Frank. Hallo, Tim. Hallo, Frank. Hallo, Frank. Hallo, Frank. Je zult me afvragen waarom ik jullie gevraagd heb om hier te komen. Mary! Maar wat is er eigenlijk aan de hand? Nou, ik zeg, jullie zullen me afvragen... Ik ga de koffie halen. Jullie kunnen... Oh, God, wat is er met je ogen? Dat is een heel verhaal. Heeft William gedaan? Dat begrijp ik. Dat begrijp je meer dan wij. Inderdaad, inderdaad. Zeg, zou jij het erg vinden als je daarin zit? Nee. Beste mensen, deze ochtend is er voor om iets van de schade... Koffie? Hier... Bob? Terry? Ja, graag, ja. Graag. Lieve Terry, zoals ik jou al door de telefoon zei... Suiker, Terry? Graag. Terry? Melk? Graag. Terry? Ja? Ik kom. Zoals ik jou onder de telefoon zei, we moeten kalm blijven. Er kunnen harde klappen vallen. Jullie zien er allebei uitstekend uit. Weet je? Wat een beeldig blauw oog, Bob. Hoe kom je eraan? Oh, ik kon het ergens goedkoop op de kop tikken. Moet het houden, Satje? Zullen we even bij de zaak blijven? We hebben nog een hoop te verhandelen. Het lijkt hier wel een soort aandeelhoudersvergadering. Ja. Maar wat hebben Terry en ik er nou mee te maken? Ze hebben nogal een cynische opmerking, Bob, gezien de omstandigheden. Wat heb jij nou weer uitgehaald? Ik? Ja, nee, jij! Kom maar even. Hallo! Hier de vraag. Hier. Bob. Als Mary hier straks is en als William hier komt... Maar William? Blijft. Nee, Frank, kijk vooruit. Die vent is niet normaal. Hij is er misschien iets te hard tegenaan, dat gaan we wel begrijpen. Begrijpelijk, hij staat op haar zitten. Sorry, Bob. Schat, mag je verzoeken? Dank je wel. Als Mary binnenkomt... Ah, daar is ze. Kom binnen, Mary. Ga zitten. Dag, Mary. Oh, hallo, Mary. Hallo. Niet hier, Mary. Daar. Mary. Koffie, Mary. Graag. Mary, wij zijn hier bijeen om voor jou de feiten tot klaarheid te brengen. Dank u wel. Geen dank. Als William straks blijft zitten... Als William straks hier komt... laten we dan eerlijk tegenover hem zijn. Laten we niet doen alsof. Laten we het gewoon eruit flappen. Wat is er aan de hand? Een verhouding. Een doodgewone, ordinaire verhouding tussen jou en Bob Phillips, hè? Wat? Hè? En wat? Ja, dat zijn toch de feiten of niet? Maar Frank, je maakt een grapje. Nou, dat zou toch wel heel goed zijn. Ik heb een vrouw met een vriend gehad, hoor. Ten recht. Nee, ik geloof het niet recht. Ja, maar kom je in godsnaam op het niet? Dat is ook met stukjes en weetjes, hè? Oh, juist, ja. Nou ja, als het dan geen verhouding is geweest, dan moeten we de agenda even herzien. Ik zal alles wat iets eenvoudiger maken. Ah, dat is William. Hé, wacht even. Dus daarom heeft hij mij geslagen, natuurlijk. Nou ja, ik weet niet hoor, misschien. Ik weet niet. Nee. Het was toch prettig om te weten als in je eigen huis wordt neergeslagen. Nou, je was ook een held op sokken. Je vocht niet eens terug. Ja, maar ik wist niet dat het een gevecht was. Hè, ah, meneer Koster, ik ben zo snel mogelijk gekomen. Helaas heb ik weinig verstand van dompelaars. Ja, maar ik ga... Hebben jullie mijn poets willen bakken? Ze hebben een grap om hier laten komen confronteren met hem en met haar. Ik dacht dat ik mijn één kamer in spelen met DJ. Nee, ik heb de halve nacht opgezet. Ik heb nog steeds barstende kop. Ik kom hier in blind vertrouwen naar een thermostaat van uw dompelaar. Ja, meneer Foster. Het was een misverstand, William. Ja, zo zou je het wel kunnen noemen, ja. Kijk, ik, nou ja, ik heb jou verkeerd ingelicht. Maar waarover dan? Over Mary en mij. Ja, maar mijn informaties bleken niet voldoende. maar bedoelt u dat dan niet? Waarom? Nee. Nee. Oh. William, ik stel voor dat jij Mary mee naar huis neemt. Jullie gaan samen lunchen
En dan zoen je het af. Ja. Ik laat jullie allemaal uit. Ja, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Ik was misleid. Nou, je had beter de boel eerst even kunnen controleren, vind je niet? Ja, dat is waar, Bob. Ik hoop niet dat je al te erg pijn hebt gedaan. Nee hoor, wat reuze. Even een paar maanden een ijzeren long en ik ben weer oké. Hoe is het met je hoofd? Nou, dat gaat wel hoor, Terry. Het spijt me heel erg. Nee, het was mijn schuld, hè. Het was, allemaal... mijn schuld. Nou, dan gaan we maar weer. Meneer Foster. Graag wat jammer, nou heb je nog geen koffie gehad. Nee, dank u wel, mevrouw Foster. Nee. Mary? Ja? Kom mee. Wacht even. En ik dan? En nou heb je aan iedereen je verontschuldiging aangeboden. En ik dan? Ik hoef van jou geen verontschuldigingen aan te bieden, Mary. Ik was misleid. Hm? Hoe dan? Dat begrijp ik toch wel, ze zei het. Mij heb je altijd geleerd om nooit klakkeloos te geloven wat de mensen zeggen. Dat is ook zo, Mary, mijn... Nou, waarom deed jij het dan wel? Omdat meneer Foster me gezegd heeft... Ik wil een verontschuldiging. Toe, Mary, maak geen scène hier. Kom mee, kom. Ik ga hier niet weg voordat jij excuses hebt gemaakt. Maak me niet kwaad, Mary. Oh, vooruit, jongen, een beetje verontschuldiging. Doe maar, alsjeblieft, hè. Je bent het er verplicht, wil je? Ik ga naar best, Elena. Dank je wel, Terry. Mary, het allerbeste is het als je verontschuldigingen aanbiedt. Als u het wil, meneer Foster. Nee, dat geval, Susan. Ik bied... Het spijt... Zo is het goed. Oh. Dag, mevrouw Foster. Dank u wel voor alles wat u voor ons gedaan hebt. Ja, dat is goed, hoor. William? Cheerio. Ach, het is moeilijk voor hem. Ja, hij heeft nog nooit eerder ongelijk gehad, ziet u. Hey, Terry, dat kind van jou eet alle kranten op. Kan het kwaad? Hangt me nog wel, krant. Beste kerel, gisteren was Mary bij me. Ze liet niet veel los. Maar ze zei één ding waarvan ik dacht, ai. O, jij wat dan? Jouw Terry heeft schijnbaar iets van doende met een krantenman. Een krantenman? Schijnbaar dan, hoor. Wat, je bedoelt zo'n kerel die op de hoek van de straat zit te brullen? Een journalistenfiguur. Oh, juist, ja. Uit de keuken geblazen. Ja, dank je, vriend. Sterkte, kerel. Dank je, vriend. Sterkte. Dank je, vriend. Ochtend goed besteed. Ochtend. Zo, dat heb jij goed gedaan, hoor. Ja, dat dacht ik ook, ja. Nou, ze hebben werkelijk de lelijkste baby die ik ken, zeg. Oh. Afgezien van het feit dat hij eruit ziet als een versompelde aardappel, heeft hij weer een grote vochtplek op het kleed achtergelaten. Nou ja, ik heb de deur maar een beetje opengezet, kan het drogen. Zo, hè? Nou. Zeg. Nou zit er ergens toch nog iets fout, hè? Ergens zit er nog iets scheef. Liever, schei er nou toch mee uit. Je hebt je nou toch wel genoeg bemoeid met de andermans problemen. Eerst heb jij gezegd dat je de woensdagavond hebt doorgebracht met Mary Featherstone. Ja, dat heb ik gezegd. Toen had jij gezegd dat je haar alleen maar de hand boven het hoofd wilde houden. Dat zou kunnen, ja. Maar nu er gebleken is dat er absoluut geen verhouding geweest is, hoefde je haar toch niet in bescherming te nemen? Nee, natuurlijk niet. Oh, wat stom van me, ze. Blijft dus de vraag, wat heb jij woensdagavond in hemelsnaam uitgevoerd? Een beetje geboemeld, dat is alles. Ik vind dat jij de laatste tijd een tikje vreemd hebt gedragen. Vind je? Dat vind ik, ja. Goed. Wil je nog koffie? Waar was jij? Je wilt het toch niet echt weten? Ja, zeker wel. Oh. Nou. Ja? Ja. Nou, kijk. Ach, eigenlijk heb ik iets heel stoms gedaan. Zo? Word je nou
heel erg boos op me? Nee. Nou, we hebben elkaar ontmoet. Een andere vent. Ja. Aha. Het had niets om het lijf. Nee. ken ik hem? Vaag. Aha. Ach, weet je. Eigenlijk was het een... Nou ja, helemaal niets. Hij haalde het niet bij jou. Zo, zo. Vergeef je het me? Nou, het zal wel moeten, hè. Maar ik had wel graag dat je er geen gewoonte van maakt. Liefste. Weet je wat ik ga doen? Ja. Ik ga een heel speciaal feestdineetje klaarmaken. Iets lekkers. Jij trekt een flesje open en wij maken er samen een heerlijke avond van. Goed? Ja, ja, ja. Weet je wat? Ik doe wat van het parfum op dat ik van jou heb gekregen. Ja, ja, dat moet jij doen, ja. Zo. Fiona. Ja? Wie was het? Wie? Die man. Oh, schat. Dat is toch niet belangrijk? Iemand die we kennen. Oh, liefje, wat doet dat er nou eigenlijk nog toe? Iemand die we kennen. Wacht even. Zonde van het ochtend, zeg. Oeh, Frank vond het heerlijk, hè? Jij bent Mary Featherstone. Dat had ik wel eens willen zien. Ja, hoe komt hij in godsnaam op het idee, hè? Als je nou had gezegd, jij met Fiona. Is het uit de jury? Wat? Nou zeg, het lag nog een duim dik bovenop. Oeh. Nou ja, als het dan toch moet. Zij liever dan Mary. Ook dat ben ik met je. Mary is een klit. Als die eenmaal iets in je ziet, dan raak je er nooit meer kwijt. Fiona, jij hebt het kloppen van de zweep. Zenuwen, zebra's, hemelsuizen. Hé, hey, wat heb je daar? Flesje parfum. Ik zag het staan in de hal bij Fiona. Ik denk dat Benny het heeft gepakt vanuit zijn reisweer. Ja, ja. Ah, ruikt lekker, zeg. Ik hou het. Is het me wel verplicht? Ik begrijp niet wat jij in de zag, behalve promotie. Nou zeg, en jij dan? Ik, hè? Ja, je vriendje, de journalist. Journalist? Ja, heb ik net gehoord, ja. Ik ken geen journalist. Nee. Nee, was maar waar. Behoorlijk stom van je, zeg. Frank komt er toch vandaag of morgen achter. Iemand die we kennen. Wacht eens even. Wat ga je doen? Ik ga de lunch klaarmaken. Wat? Ik ga verdomme de lunch klaarmaken. Wat is daar nou weer voor vreemd? Halleluja! Ach, de schroeven draaien. De schroeven draaien? Oh, maar je kan praten. Maar dat is al heel wat. Luister, geeft het jou een kick om vrouwen bang te maken door de telefoon, hè? Nou, dat weet ik niet. Ik heb er nooit over nagedacht, hè. Luister, je hebt echt hulp nodig, hoor. Is er nou eens niemand in je buurt met wie je kan praten? Je vrouw of je moeder? Nou, kijk, hè. Mama is dood. Terry, ik kan niet verdomme koeken. En mijn vrouw is in de keuken. Nee, wist dat? Neem me niet kwalijk dat ik het zo technisch stel. Nee. Maar ben je erg gefrustreerd? Hè? Gefrustreerd? Nou, je weet wel, seksueel. Seksueel? Ik moet nou ophangen, maar als je me nodig hebt, hè, je belt maar. Misschien kunnen we elkaar wel eens ergens ontmoeten. Nou, dat zou ik best willen, ja. Je hebt mijn nummer nou toch. Als je me nodig hebt, je belt maar gerust, hoor. Nou, dat doe ik, hoor. Tot ziens. Doeg. Wie was dat? Wie was dat? Oh, iemand die jij niet kent. Oh, god, het was een fan met wie ik op school heb gezeten.